deal. Niet eens Uber, gewoon echt taxi. Ja. Taxi, ja, jongen. Toen kwam die taxi, geld, was geld, één geld. Spaanse 83-jarige man. We zijn live trouwens. Oh, hey. Goeie taxichauffeur, Adelie. Goedemiddag allemaal, vrijdagmiddag, borrel. Ja, waar zullen we het over hebben? Nou, zullen we het eerst hebben, even voetbal, de gasten introduceren. Matthijs van der Beukel. Hallo. Waar kennen de mensen weer van? Dumpert, reten, 100 keer. 100 hebben we er gehad, man. 100. Ah, nee, geen 100, dankjewel. Geen 100? Nee, 101, als we de FC Afkeken Special Edition mee rekenen. Gaan we straks misschien nog een klein stukje laten zien. Jan Wavink. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Goed met jou? Goed, jongen. Hoi. Nou, goed je weer te zien. Ja. James Worthy, ja, dit is wel uniek. Kijk, Matthijs, zit jij wel eens bij andere programma's? Ja, jij zit ook wel eens bij andere podcasts en dat soort dingen. Af en toe, ja. Af en toe. Maar ik heb één keer bij een andere podcast gezeten en een keer bij Slam. En dat was het, hoor. Slam FM? Wij kunnen gewoon standaard zeggen, James Worthy. Exclusief. Ja, hoe komt dat, man? Want dat was het eerste hebben. Wat jij vroeg, toch? Iemand wil of me hebben. Of die wel eens vaker bij andere Ja. Ik heb volgens mij als eerder met jou hier gezeten. Ja, klopt. Na het andere pand. Ja. Vond ik fijn. Dat pand, dat is gewoon een kelder. Dat is een pand, hè? Het was fijn, het was fijn. Ik, dat zou op tv prima werken, denk ik. Ja. Ja, dat denk ik ook. Maar je hebt er geen zin in? Nog niet, nee. Wanneer wel? Kampioen wordt. Ja, dat is nooit eigenlijk. Leuk, hey, gezellig. En de grote man die gisteren bij het wonder van Ajax was. Ja, dat levende was, lijf heeft kunnen aanschouwen in Duitsland, in Gelsenkirchen. Ja, voor de poorten van de hel weggesleept. Maar wel lekker, hoor, op z'n Duits. Ja. Lekker vies. Ja, het was. Laten we daar maar gelijk over beginnen. Iedereen gekeken of andere leuke dingen gedaan? Schuinoog heb ik. Schuinoog ook, ja. Ja, want wat was je aan het doen? Ik kroeg in. Er was geen tv-scherm. Ik kreeg allemaal appjes van mensen die in de kroeg hier in Amsterdam zaten te kijken en mee te jagen. Maar jij was in de enige kroeg. Mijn vrouw heeft geen tv-scherm. Oké. Klopt. Oké, en jij? Dat is een schrijver. Schuinoog naar voetbal en schuinoog naar Temptation Island. Temptation. Nice. Zo vet. Wat? Ja, wie is jouw favoriete koppel? Of was jouw favoriete fucking koppel? Ik wou zeggen, vreemd, koppels bestaan niet meer. Koppels, hè, bak. Nee, maar oké, het mooiste setje. Lize en? Jeffy, Jefferson, ja, dat was goed. Ja, dat was een goede, dat was een supermooie match was dat. Ik vind Nieuw ook wel iemand voor Temptation Island. Heb trouwens een update. Als verleider? Als derde gast. Arco. Arco, die twittert net, ben inmiddels bij station Weesp, de John Guidetti onder de treinstations. Dus hij is echt heel treurig, ja. Dat is echt één naast station. Ja. Had jij dan niet altijd een rant over Vlaardingen-West of zo? Vlaardingen-West, ja. Toen ik net Twitter had, denk ik in 2009, 2010 of zo, altijd Vlaardingen-West dissen. Ja. We hebben wel topstations in Nederland. Ja. Op zich, daar zou je een podcast over kunnen wijden, hoor. Alle lelijke, troosteloze stations van Nederland. En dan een top 10. Vlaardingen-West en Weesp komen hoog, denk ik. Ja. Maar even over die wedstrijd gisteren. Nee, ja. Hey, treinstations. Oké, dan gaan we over die wedstrijd praten. Even kijken. Moeten we even inschalen van de laatste... Nou, kijk, het probleem is, we hebben hier allemaal Ajax... Nee, jullie twee denk ik niet, hè? Jean-Paul en... Nee, eerder Ajax onder Van Gaal, weet je, in 95. Dat hebben jullie, wij wel natuurlijk. Ja, toen had je ook wel een redelijk epische wedstrijd en zo. Maar van de laatste 10 jaar... Redelijk, een Champions League finale. Ja, die redelijk, was wel... Ja, wel redelijk oké. Ik vond... Ja, Panathinaikos uit vond ik ook wel een hele gruwelijke wedstrijd. Maar goed. Wanneer? In 96, half finale. Ja, dat is echt, thuis verloren, echt, 1 lang geleden, denk ik, voor Bayern München thuis. 5-2. Ja, dat was dat was echt een hele mooie wedstrijd. Ja. Maar goed, hoe schatten we deze in? Hoe ver was die gisteren? Nou, het is heel bijzonder. Hij was heel lang heel kut, dat vooral. Ja. Want je zag het ongeluk gebeuren. En, zag je het echt eerst zelf ook wel gebeuren? Nee, eerst zelf zeker niet. Maar tenminste, ze begonnen heel goed, die Duitsers. Hè. Toen dacht iedereen van, wordt het zo'n dag? En toen had Ajax eigenlijk zonder goed te voetballen weinig last van ze. Maar goed, dan stonden ze even bij een corner die ze zelf meekregen. Want de organisatie was even weg. En ligt hij er in 3 minuten gelijk 2 keer in. Bijna, en dan is het eigenlijk... Maar dat vond ik echt zo... Ja. Zo daarin zag je dus het verschil tussen de jonkies van Ajax tegenover mannen. Wat Jean-Paul zegt, ze hebben een corner. Ajax heeft een corner. En je ziet het misgaan, hè, dat 2 keer een duel wordt verloren. Dan gewoon een Duitser zou gewoon te zien pakken. Even gewoon geel. En dat iedereen weer terug is. En je ziet 2 keer een Ajax iets zo doen. En ze hebben het veld over. Ja. En, je zag het gebeuren, ja. En ja, daar die tweede goal. Ja, wij hadden dat gemaakt. Ja, man, daar hadden wij het over. Dat is
Of op zo'n moment dan communiceert met elkaar, dat hij anders zegt laat, of dat hij voor, want Heuvelde stapt over. Het was zo. Ja, maar wat deed die daar? Ja, dat echt. Kijk, in zo'n fase na een goal, dat is gewoon ja, alsof je even een goede klap krijgt. Dan moet je even 2 minuutjes weer even herstellen, toch? Nou, als hij dan gelijk weer in ligt. Ja. Dat gebeurt. Ik denk dat het altijd komt door, Gert-Jan van Beek noemde dat het de roze olifant. Weet je, dingen benoemen die niet gaan gebeuren. Dus dat in de rust bij Ajax wordt gezegd, gewoon echt het eerste kwartier gaan die Duitsers stormen. Laten we dat overleven, dan komt het allemaal goed. En dan valt die 1-0 denken, oh ja, kut, de trainer heeft gezegd, wat moeten we nu? En dan, ja, boom, valt die 2-0. Ja, ik denk dat het altijd zoiets is van, dan lopen ze even niet goed bij zo'n 1-0. En dan gaan ze, zeg maar, in die fase na gaan ze extra hard lopen. Weet je wel? En dat is nooit goed, denk ik. Want dan overcompenseren. Ja, heel erg overcompenseren. En dan, want de organisatie was eigenlijk helemaal weg toen bij die tweede. En dan ligt hij er gelijk in. Nog geluk dat zij niet gelijk doorstoten dan. Maar ik dacht toen eigenlijk wel dat het klaar was. Zeker toen Veldman rook. Hoe was de sfeer eigenlijk? Ja, de sfeer was fantastisch. Ja? Van alle kanten eigenlijk. Duitsers kunnen vrij massaal schreeuwen. Ik wist niet of je dat al wist, maar dat gebeurt. En er zaten ook heel veel Nederlanders op de thuisvakken. Twente-supporters, maar ook vooral Ajax-supporters. Ja, er waren heel veel Ajax hiermee, ja. Ja, was heel tof. En dat ging allemaal ook in redelijk goede harmonie. En, aflopen, hè? Ja, dat vond ik zo tof. Wat? Het nummer waar Ajax altijd in na rust mee opkomt, Three Little Birds van Bob Marley. Ja, dat ze dan de afloop draaiden voor die uitsupporters vanuit Schalke. Ja, dat vond ik zo tof. Dan verlies je dus. En dat je dan toch zo'n geste doet. Klasse. Ja, ik ben minder sportief in dat opzicht. Maar Schalke moet toch ook gewoon, kon toch ook niet anders dan toegeven dat dit. Schalke is echt een slecht team, Joke. Ook. Ja. Dat kunnen ze ook toegeven. Laten we wel eerlijk zijn, ze komen op 3-0 tegen 10 man. Ja. Laten we het even over Veldman hebben, man. Ik roep nu, hij is de meest ervaren Ajax-ziet misschien met Klaassen dan? Qua wedstrijden, Europees? Viergever is dat. Niet voor Ajax, maar ook met AZ erbij dan. Nee, maar met Ajax. Ja, Schöne komt ook hoog. Ja, die zit ook wel lang. Ja. Maar goed, anyway, hij is een van de meest ervaren. Nu al 3 keer rood, voor mij in Europa, las ik. Ja. Al vond ik dit... Wat doet hij? Ik vond het dom, maar ik vond het eigenlijk meer een overtreding van Traoré. Ik vond het niet zo... Die maakt de eerste overtreding. Bij die tweede gele kaart? Bij die tweede gele kaart, oké. Ja. Nou goed, dan wordt niet gefloten, dus dan gaan we door. Maar ik vind het altijd zo raar van voetballers. Dan, als jij een waarschuwing krijgt, dan weet je toch... Oké, ik moet oppassen, Giel zijn waarschuwing. Hè, dan moet ik het niet nog een keer iets stoms doen, want dan ben ik weg. Hoezo, snap je, op dat moment maak je daar een overtreding? Ja, de plek was natuurlijk ook heel erg onlogisch. Maar ook wat hij doet. Ja. Maar ja, het is misschien ook... Kijk, jij zegt net van de jonkies van Ajax die dan geen overtreding maken in een counter... Nu was dit niet zo'n hele gevaarlijke situatie. Dit is net zo'n ervaringspunt als wat ik net zeg. Misschien denkt hij wel van, anders komen ze door, maken ze doelpunt, is klaar. Maar het probleem is, hij loopt daar, als hij gewoon meeloopt... Als hij gewoon meeloopt, dan is er niks aan de hand op dat moment. Kijk, bij die counter is het anders. Want op het moment dat Veldman daar die overtreding maakt... staan er nog 5-6 man achter in de bal. En op het moment dat bij die counter die 1-0 komt, is iedereen voor de bal. Ja, eens. Maar was het niet gewoon tactisch vernuft van Veldman? Maar hij dacht, als ik nu die rood pak, dan die 10 anderen, die denken dan, oké, ja, het is nu echt, een beter niks meer te verliezen. Dus we kunnen alleen nog maar een beter afzonder mij. Iemand deze vraag hebben gesteld? Dat was slim. Jawel, mag je complimenteren? Ja. Met deze uitstekende tactische vondst. Ik heb hem niet gehoord, moet ik zeggen. Maar dat, Want ik hoorde zelfs Leo Driessen zeggen dat ze beter speelden zonder Veldman dan met. Dus is gewoon veel zelfkennis, denk ik, van Veldman. Dat is gewoon een stukje volwassenheid dat hij dan zegt... de trainer doet het niet, laat ik mezelf er dan maar uithalen. Wat vonden we van de wissel? dat hij Schöne eraf haalt voor Tony van der Beek. Slim. Slim hoor ik. Ik weet niet wat. Op dat moment was er reclame bij Temptation Island. Temptation Island, daar zaten ze net een neuk in het zwembad. Dus ik dacht, nee, dat heb ik niet zien. Oeh, Donny van der Beek, yes. Goeie keuze. Ik vond het echt heel goed. Ja, maar alles, de uitslag vertekent elke beslissing. Want als die van viergever net niet valt, als die gast hem langs viergever schiet in plaats van tegen viergever, dan was het een hele domme beslissing. Ja, weet ik niet. Nou ja, het gaat om het resultaat. Laten we bij het begin beginnen. Het was wel vrij pijnlijk dat niemand die jongens van Ajax of Kluivert met name had verteld dat die Kolasinac, dat die wel eens mee opkomt. Terwijl denk je dat hij niet dat het wel hem verteld is, maar dat hij dacht, ja.
Nou ja, laat ik het zo zeggen. Druk hem dan in ieder geval op zijn hart dat hij echt met hem mee moet. Ja, maar ik denk dat is altijd lastig met aanvallers sowieso. Ja, die hebben een broertje dood aan verdedigen. Ja, maar Younes doet het wel. Ja, ja, ja. Maar Younes doet het wel. Younes is fit, man. Ja, dat is echt bizar. Dat vond ik ook echt, hoor. En trouwens wel weer identiek. Ik moest even denken. Eerder dit seizoen kregen ze ook rood. Bij wie was dat ook weer? In de Europa League? Kijk je mij aan? Nee, maar ja, jij bent van de data. Martin Michaels kreeg ze. En toen haalde hij ook zijn rechtsbuiten eraf. En dat was alleen toen Kluivert, die was net gewisseld. Oh ja, ja. En nu deed hij precies hetzelfde weer. Kluivert bij Panathinaikos uit? Ja, die was toen net ingevallen, toch? Dat lijkt me niet. Dan was het niet Panathinaikos? Nee, dat was het niet Panathinaikos. Die wedstrijd dat Kluivert net was ingevallen? Oh nee, dat was Legia Warschau uit. Ja, Legia Warschau uit. En toen wisselde hij hem ook gelijk. Klopt. En nu deed hij het weer, haalde ze rechtsbuiten eraf en... En Kenny T, ja, we zagen het gisteren op Twitter al meer voorbij. Kenny TT. Mm-hmm. Goeie respect, hoor. Ik heb echt respect voor Peter Bos en ik vind echt dat hij tof doet bij Ajax. Maar hoe kan het dat je hem niet opstelt? Ja, maar kijk, dat is hetzelfde verhaal. Ik wil niet gelijk weer allemaal naar Feyenoord trekken. Maar Oké, even kijken. Maar met Woudenberg. Ik zit ook te kijken, ik draai nooit een horloge. Maar. Peter Bos, die werkt elke dag met de jongens. Die heeft er vast een reden voor. Maar ik snap het ook niet. Nee. Ja. Nee, klopt. Ieder geval zijn kans nu tegen... Nee, maar laten we even alle credits geven aan Nick Viergever. Ik heb die man op een gegeven moment een uittrap van de keeper. En hij tikt hem gewoon alle Zidane over zijn tegenstander heen. En gaat gewoon verder. Ik, toen viel ik echt van mijn stoel af. Die goal, hè, die hij maakt. Uiteindelijk prikt hij nog, ja. Weet je, dat is natuurlijk geluk. Dat zeker. Maar hij doet het wel bewust. Oh. Hij probeert hem te blokken. Nee, maar het is niet dat hij tegen hem aan wordt geschoten. Ja, hou ervoor op. Wel een beetje. Ik vond de geluksfactor vrij hoog. Ik vond het tof dat hij daar kwam. Maar, nee, maar je ziet toch, zijn been probeert... Is het wel echt een blok? Ja. Moet hij hem wegtrekken dan? Ja, hij komt er ook geen kant op. Nee, maar je hebt ook mensen die dan niks doen of twee benen vooruit glijden. Hij probeert echt met zijn linkerbeen daar te blokken. En dat is wel een aanval... Met kramp ook nog, hè? Hoe fucking stoer ben je dan? Daar geloofde ik helemaal niks van. Want hij maakt die 3-1 en 5 minuten later dendert hij weer. Kramp is altijd mooi, hè? Oh ja, strekken. Door. Ja, maar sowieso, ja, ik vond het heel tof. En ik vond tof die foto van Peter Bos. Dat hij vandaag geroepen zag ik. Ik wist niet hoe ik de jongens moest bedanken, dus ik ging maar met ze op de foto. Heb je die foto gezien? Volgens mij wel. Ja. Misschien met kan je Nick hem zo even. Ik weet niet al die felgroene ondershirtjes, toch? Ja, gewoon die groene shirts die ze aan hadden. En die groene ondershirtjes. Ja, dat bedoel ik. Zeker. Ja, nee, in de kleedkamer. En Younes? In de hele wedstrijd al belangrijk, nu weer. Ik bedoel, er is veel kritiek geweest. Ook tof voor die gozer dat hij gewoon nu... Maar was niet goed vandaag. Vandaag weet ik eigenlijk gisteren. Niet, maar gisteren. Ja. Wel belangrijk. Nee, zeker. Daar moet je hem ook alle kennis voor geven. Maar uiteindelijk is Ajax gewoon toch nog heel goed weggekomen. Dus kijk, ze hebben een zekere positie, hebben ze gewoon volledig weggegooid. En toen uiteindelijk hebben ze, toen ze nog 1 of 2 kansen kregen, hebben ze er optimaal van geprofiteerd. En ik vond het heerlijk. Ik heb echt van staan genieten. Maar laten we nou niet doen alsof het... Kijk, het is een wereldprestatie dat ze in die halve finale terecht zijn gekomen. Maar laten we nou niet doen alsof ze gisteren het zo fantastisch hebben gedaan. Nee. Want dat was niet best. Nee. En dat is helemaal niet erg. Kijk, dit is die foto. Kijk ook die trainer ertussen staan. Ja, ik zie hem, ik heb deze foto echt overal gezien. Ik zie hem nu pas gewoon. Ja, echt fantastisch, jongen. Zo in de pain ophouden die man. Heerlijk. Hey, ook vet, hè? Die Onana in de rust. Hij raakt geblesseerd. Ik zag jou Twitter dat hij eruit heeft 5 minuten op de grond gelegen. Hij ging als een oude man het trappetje af van het veld. Dus iedereen denkt, die gaat, ik wil niet zeggen rechtstreeks de oven in, maar dat gaat niet lekker, weet je wel. En 10 minuten later, hij komt gewoon als herboren komt hij terug. En hij keept gewoon 120 minuten. Gewoon. Red Bull, jongen. Gewoon Red Bull. Ik heb echt, echt zwaar genoten van hem. Heb je een nieuwe deal gestekend bij Red Bull? Laten we het wel zijn. Het was wat Jean-Paul zei, hè. Het was misschien niet goed en zo, maar... Het is ook gewoon tof dat het nu wel een keer lukt. Gewoon wel de rug rechten met 10 man. Ja. En ook wat hij zei na afloop, Peter Bos, dat hij zei... we stonden met 10 man. Ik had tegen de jongens gezegd, nog 5 minuten houden we het dicht achterin. En dan, en toen viel die al die 3-1, hè? Ja, mooi. Ja, ik vind, en weet je wat ik ook zei? Ik vind het gewoon echt tof. Wel een fucking halve finale, man. Tuurlijk, maar nu 3 mei. Niet op 4 mei. Beste 4 van Europa horen ze nu. Dat hoor je altijd. Ze horen bij de beste 4. We hebben ook nog een Champions League. Ja, maar ja, dus dat. Het is wel gruwelijk. Superleuk. Toch? Maar wat is het 3 mei? Je kan niet. Nee, we gaan voetballen. Ja. Lyon, jij zegt slechte loting. Hele slechte loting. Jean-Paul zegt... Beste loting. Ja, man. Nee. Nee. Manchester zonder Zlatan is echt helemaal niks. Nee. Pogba. Wie is Pogba? Hoe duur was die gast? Hij heeft nog geen 1 goede wedstrijd gespeeld. Ja, misschien moet je even tegen de mensen even zeggen dat je voor Liverpool bent. Nee, dat doe ik niet. Want je bent er niet meer. Jawel. Altijd. Gewoon nu met de Manchester United shirt. Hey, oh man. Dan. Oh, nee. Maar vertel.
Ja, ja, ja. Ik hoorde het Arno Brugging gisteren ook zeggen bij Fox. En ik ben ook. Wat zeg je? Dan is het waar. Nou ja, die man heeft wel verstand van voetbal. Dus. Zeker. Maar wat ik sowieso vind, ja, ik ben niet zo onder indruk sowieso van Engelse ploegen. Dat per definitie niet. Nee, en daar heb ik Olympique Lyon gezien, ook gisteren tegen Beşiktaş. Weet je, ja, het is dat het verlenging uiteindelijk wordt. Nee. En ik moet zeggen, Beşiktaş ook. Maar Lyon voetbalde er een paar keer zo makkelijk doorheen. Ja. Makkelijk. Hè? Ja, ja. En kijk, ik vind het ook geen argument wat ze tegen AZ hebben gedaan, want het waren te compleet andere wedstrijden. En dat zal het nu ook niet zo worden. Maar ja, het is gewoon Olympique Lyon. Gewoon een goede ploeg. En ik heb ze lang niet zoveel gezien als Jean-Paul. Goed team. Maar Manchester United, ja, dat voetbalt zonder idee. Daley Blind in de basis, nou dan is het klaar. Ja, maar kijk, zag er niet goed uit bij die goal. Nee. Ik bedoel echt niet te zeggen dat Ajax makkelijk heeft geloot. Want gewoon tegen alle drie de ploegen zijn ze de underdog. En lastig wordt het sowieso. Ik denk alleen wel, kijk, inderdaad, Lyon achterin, ze zijn heel kwetsbaar. En dat laten ze wekelijks zien in de Franse competitie. En heel veel mensen hebben Lyon alleen de goede dingen. Want Lyon laat ook af en toe hele mooie dingen zien. Dat absoluut. Ze zullen dat achterin dat absoluut ze zien in dicht moeten houden. De Franse competitie, hè? Maar hoe zou je Ajax inschatten in die Franse competitie? Ja, dit is een heel ander spel. Dat zou heel lastig worden om het spel van Ajax toe te passen in de Franse competitie. Want dat is eigenlijk een soort Engeland-lijp. Het is rennen, vliegen, racen, maar dan op net iets minder hoog niveau. En, maar ja, ik denk dat er voor Ajax zeker kansen liggen. Alleen, ja, wat jij net terecht zegt, als je Lyon laat voetballen, wat bijvoorbeeld AZ deed, je hoeft niet bang te zijn dat zij er geen gebruik van maken. De enige hoop voor wat wel voor Ajax goed kan zijn, is dat Lacazette, die is gisteren geblesseerd geraakt. Die mist sowieso zondag een wedstrijd tegen Monaco. En het is nog maar de vraag hoe hij terug gaat komen. Want het is een spierblessure, begreep ik. En de wedstrijd is al over 1,5-2 weken. Dus. Maar je ook een beetje mijn referentiekader, die wedstrijden die eerder zijn gespeeld door PSV en Feyenoord. Weet je, het zijn andere teams en dat soort dingen. Maar je bent nooit kansloos. Ajax ook tegen Manchester City, weet je, destijds. Engelse ploegen vinden het gewoon niet lekker om te voetballen tegen een ploeg die echt met een voetbalfilosofie speelt. Nee, dat zag je gisteren tegen Anderlecht. Nee, maar hoe je het went of keert, en dat komt er vaak niet goed uit. Maar een Ajax probeert altijd wel volgens een bepaalde opdracht te voetballen. Weet je, een Peter Bos gaat nadenken over een tactische fonds tegen United. En ja, weet je. Ja. Wat vind jij van de loting? Ik kan niet zo goed een inschatting maken, want ik volg in tegenstelling tot bijvoorbeeld Jean-Paul niet zo heel nauwgezet de Franse competitie. Jij of de Engelse. Balotelli is opeens weer. De Slovaakse competitie. Balotelli is helemaal. Of wat dan ook. Maar ik denk wel in dit geval. Kijk, het mooiste is, ik hou van heroïsche overwinningen. Dus het mooiste is de zwaarste loting. Want dan is de overwinning extra. Nou, de finale is het toetje. De finale is het toetje. Weet je, maar. Gewoon echt een legendarische halve finale. Laten we het zo stellen. En ik hoop het. En ik heb er een hard hoofd in op dit moment. Maar dat Ajax Lyon verslaat? Absoluut. Zijn ze dan... Ja, hoe groot schat je dan de kans in dat ze die finale ook winnen? 12%. Ah, heel goed. Serieus. Ja. Zeiden de rekenmeesters ook? Ja, 12%. Die zeiden 13% trouwens. Ah, shit. Maar dan heb je... Ik geef Ajax voor deze wedstrijd geef ik ze 40%. Dat is de finale. Hoog, dat hangt er vanaf wie je loopt. Maar ik ben wat minder hoopvol dan al die Ajax-ieden die zeggen... we hebben Celta al een keer verslagen. Nee, want Spanjaarden in een groepsfase en Spanjaarden in de finale... dat is gewoon even iets anders. Dat zie je ook altijd met Italianen. Dan staan ze er wel. Weet je wel. Ja. Dus, was trouwens echt over gekke wedstrijden gesproken. Die tweestrijd tussen Genk en Celta. Die uitwedstrijd ook. Genk kwam daar binnen 5 minuten op 1-0 voor mij. En toen scoorde Celta weer 2. Het ging echt gisteren ook, weet je. Dan denk je dat die wedstrijd is klaar. Celta scoort en 2 minuten later is het weer 1-1. Ja, het ging echt alle kanten op. Maar dan zie je wel hoe uiteindelijk hun volwassenheid de doorslag geeft tegen dat leuke ploegje uit België, zeg maar. Ja, en United gewoon tegen Anderlecht, man. Dat had ik echt niet verwacht. Dat het zoveel moeite... Slaat dan, man. Zo. Ik zag een knie dingen doen die ik een knie niet wil zien doen. Het was net dat Shaw heeft gezegd dat hij gewoon door de kleedkamer liep. Oh. En Shaw kan dat weten. Ja, die liep toen niet, toch? Nee, bij PSV door de kleedkamer. Die liep even niet, nee. Maar, oké. Okay. Maar hoeveel procent denk jij, Ajax? Je zei 12% als ze de finale behalen. Maar als ze de finale niet behalen... Of als het niet finale was. 0%. 0, gok ik. 35. 35%. Ja. 35%.
Ja, nou ja, dan hoef je ook nooit iemand te vragen. Als iemand 35% hoef je hem ook nooit te vragen naar de onderbouwing. Nee, maar ik weet ook helemaal... Wat denk jij, Jan, als Feyenoord? We gaan bijna over Feyenoord hebben. Nee. Zie je hier al je vlekken in zijn nek? We hebben het al lang niet over Feyenoord gehad. Luister, ik gun Ajax echt serieus alles. Maar, alles? Ja, alles? De titel? Bijna alles. Oh, lekker. Lekker FR12 open nu, hoor, hiermee met deze tekst. Ja, ik heb Lyon toen tegen Roma gezien. Nou, ja. Het was een fantastische pot. Lacazette niet meedoen. Maar ik denk dat dit niet... Ja, wat is het? 20%? Misschien zit ik met 40 ook wel wat hoog. Omdat Jan 20 zegt. Ik ga voor 30. Nee. Matthijs, hoeveel zeg jij? Nee, dat maakt geen reet uit wat ik zeg. Noem gewoon een percentage. 19,12. Dat staat er zo op voetbalprimeur, hoor. Ja. Nee, ik ga er gewoon vanuit dat er twee prachtpotten gespeeld worden met een hoop drama. En dat Ajax als winnaar uit de bus komt. Dus dan is het 100%, toch? Wel, wat ik wel jammer vind, maar dat is dan meer een beetje mijn gevoel. Kijk, die aftrap. 7:15. Dat heeft mee te maken met Champions League, ja, toch? Ja, mag niet tegelijk. Mag niet. Nee, mag niet. 4 mei stond eigenlijk het officieel. Ja, dan kun je ook niet... Nou ja, al goed. Maar het is denk ik met politie inzet dat het onmogelijk is om die wedstrijd dan te... Hij is ook thuis, hè? Ja. Was het ook? Ja, dat wil Olympique Lyon natuurlijk niet. Wat je nog wel eens hebt, dat... Omdraaien. Dat zou ik nu ook niet doen. Nee, want daarom, zij waren doodsbang voor, zeg maar, dat ze die tweede wedstrijd naar Turkije moesten. Dat scheet ze echt 7 kleuren voor. Want zij zaten tijdens die mislukte coup van in Turkije, zaten zij op trainingskamp in Turkije. En toen wisten ze ook niet wat ze overkwam. En die moesten dus terug. En dat ging ook al niet helemaal lekker. Dus een rel in de heenwedstrijd. Dus... Nee, daar gingen ze zeker niet aan meewerken. Nou, dat was het segment Ajax. Arco, leuk dat je er ook bent. Net te laat. En hij heeft gewoon het nieuwe shirt van Kamp Zeedorf van Voetbalculture. Damn. Zo. Had ik dat gezegd, hè, denk ik. Ja, hoe is dat? Kan dat? Waarschijnlijk net. Kan je dat shirt hebben? Niet. Yep. Hey, man. Dat is goed? Zeker. Gefeliciteerd, jongen. Dankjewel. Oh, ja. Dankjewel. Ja. Ik begreep dat je vol gas hier om de hoek op je bek was gegaan met de fiets. Ja, echt. Ja. Pak er even een microfoon bij. Dus ja, drink, Marco. Ja. Ga Peterstraat. Goedenavond, Marco. Goedemiddag. Ja. Dankjewel. Spaarrood, alsjeblieft. Maar vertel, what happened? Ik zat in de kroeg, in de Plantagebuurt. En zoals sommigen van jullie weten, ben ik net vader geworden. Ja. Is dit? Dankjewel, dankjewel. Het was echt mijn beurt om de fles te geven. Dus ik had gezegd, maximaal 11:00 ben ik thuis. Toen dacht ik nog van, het kan natuurlijk verlengen worden. Ik zei, dat zal wel niet, toch? Dankjewel. Maar het werd verlengen. Nou, en ik zie hem zo die 3-0 erin koppen. Ik zei, fuck it ook maar. Dus ik op die fiets stappen, scheldend, naar huis, naar een troost zoeken bij de baby. En ik fiets hier door de Tsar-Peterstraat en ik hoor echt zo'n soort oerkreet. Dus die hele straat wordt één zo'n tunnel. Ik zei, nee, kan niet. Dus ik pak zo mijn telefoon. Temptation Island. Iedereen kijkt naar Temptation Island. Doe je, Lies? Nee. Alex hing hem er net in. Terror Kevin, of hoe die gasten kan heten. Oh ja, dat helpt. Maar fietsend remmend pak ik zo mijn telefoon uit mijn zak. En ik wil die app waarbij je gewoon tv kan kijken, wil ik het gaan zien. Ja, en ik lig echt zo half zo tegen een boom aan. Ik zei, nee. Dat zijn mooie momenten, man. En ik had er echt niet meer op gerekend. Echt 0,000 dat het nog ging gebeuren. Halve finale, jongens. Hoeveel procent kans geef je Ajax in de halve finale? Oh, dat hoor ik juist zeggen. 25%? Nee. Zij hebben alle vier, hebben ze dan geroepen. Nee, Erik. Nee, onder dwang. Roepen, Jezus. Weet je, het is het jaar van de gekke winnaars. Van de Cubs, straks van Feyenoord, Trump. Zo. Dus ik denk dat het... Ja, ik... Je bedoelt tegen Lyon, toch? Ja, daarna gaan we het over finale hebben. Ja, ik denk gewoon 1-1 thuis, 2-2 uit, door. Zo! Ja, en ik geef ons daar, 100% dus. Ga je er naartoe? Naar Lyon? Ja? Nee, ik heb dus toen Ajax... Baby shower. even wat luis doorpassen. Nee, ik heb toen Ajax tegen Excelsior gelijk speelde, heb ik vakantie geboekt. En het was een heel goedkoop weekje, was precies goed. Het was van 7 tot 13 mei. Naar? Nee. Dijon. Shit, nee. Ja, precies, de campagne. Nee. In Spanje. Maar dus, is het, jij hebt het al gecheckt, kan je het rijden? Nou ja, ik ben er natuurlijk thuis bij, in de arena, de derde. En dan die 11e, die ga ik wel op het balkon zitten. Oké, maar wanneer kom je terug dan? Want dan mis je ook de... Nee, de 14e ben ik er weer. De kampioenswedstrijd eventueel. Maar dat is... Ja, nee. Want laten we het even over de Eredivisie hebben. Iedereen zegt het nu,
Ajax, superleuk dat ze door zijn, maar dit gaat zo'n effect hebben komende zondag in de topper tegen PSV. Wat denk jij, Matthijs? Ja, mentaal zijn ze nu zo sterk, die zijn niet meer te stoppen. Dat staat gewoon... Dat denk ik dus ook. Oprecht. Nou, iedereen zijn we het eens fysieke. Allemaal. Maar soms gaat het gewoon niet over conditie en uithoudingsvermogen. Het gaat gewoon, dit is ook het stuk van het seizoen waar het gewoon mentaal wordt. En het is voor PSV net zo goed do or die. En die hebben geen... En die hebben die wedstrijd ook gezien. Die hebben geen mentale boost gekregen van een verlenging in de Europese kwartfinale. Jan, vrees je het? Nee, ik ben niet bezig met die wedstrijd. Dat maakt mij niet uit. Ik ben alleen maar bezig met Feyenoord. Ja, precies. Nee, maar kijk, Ajax gaat daar vol goede moed heen. PSV heeft eigenlijk niks meer om voor te voetballen. Ook niks te verliezen. Nee, dat is waar. Maar ik denk, Ajax is toch beter. Dus Ajax gaat dat gewoon winnen. Ja. Ja. Ja, het wordt voor Ajax, en dat klinkt echt, dat is echt een cliché, uber clichés. Maar als Ajax voorkomt, ja, dan heeft PSV ook een fuck it. Maar als Ajax achterkomt... Fuck it? Nee, dat doen ze nooit. PSV? Nee, die zeggen geen fuck it. Nou, ik moet hier echt... Die willen zo graag Ajax naaien. Ik heb hier 2 maanden geroepen dat PSV een kampioen kort komt door onze stagiair, die jullie allemaal niet zien. Ja, lach maar. Wacht maar op je stagebegeleiding. Over een stagecijfer. Nee, maar... 6,5. Nee, maar die gasten van PSV, kunnen zich dan echt 3-4 maanden niet op straat op zijn eind vertonen. Die gaan, die moeten wel. Die ja, nee, ze gaan ook wel, maar het is ja, wel weer... met Campy en alles. En nee, man, dat wil je niet hebben. Ja, ik geloof echt dat die... Ja, nee. Die hebben zoveel tikken nu al gehad. En ze zullen er echt volle bak voor gaan. Maar als ze snel achterkomen of als ze 1-0 achterkomen. Ze hebben precies die extra, zeg maar, 5-10% waar je voor speelt onder een prijs. Die ontbreekt nu bij hun gewoon. Nee. Ja, maar tegen Ajax winnen is ook een prijs. Voor nee, maar dat maar nu toch niet meer. Echt niet. Die denken ja, juist, dat is de enige beetje wel. Dat je ik ben ooit bij Utrecht PSV geweest en Utrecht speelde toen gelijk tegen PSV en daardoor werd PSV geen kampioen. Het stadion heeft gewoon 20 minuten na de wedstrijd nog vol en op zijn kop omdat PSV geen kampioen werd. Ja, kijk, leedvermaak is ook vermaak, hè, jongens. Ja, en dat geldt voor PSV ook. Die zien veel liever, zien ze Feyenoord kampioen worden. Dat ben ik van overtuigd. Maar ja, ik bedoel... Maar het gaat om de kijk naar de spelers, hoe ze dit jaar dingen hebben opgebracht op het moment dat het moest, hè, bij PSV. Ja, dat was er juist niet. Dat bedoel ik. Dus als dit... Het is superleuk wat het publiek wil en aan alles. Maar het is er gewoon niet. En ze moeten, daar hebben we het al eerder over gehad in andere shows. Ze moeten heel hard door gaan selecteren om uiteindelijk weer die honger naar de titel te gaan krijgen. Ja. Maar wat Jean-Paul zegt is wel waar. Er is een bepaalde druk die er eerst wel was, is er nu helemaal af. Je kan ook kan Frankrijk krijgen voetballen. Maar ik bedoel, meer om te zeggen, als je achterkomt dan ja. Dan denkt iedereen ook, het zal... Maar al wordt het 8-7, ik bedoel, dat is niet relevant. Voor wie? Voor PSV? Maakt niet uit, maar het gaat in de Gelderdome wordt gewoon de titel beslist. Nee, ik denk een week later, ja, of 2 weken later. Dat kan ook geld. Kunstgras. Het hangt er vanaf wat er dit weekend gebeurt, hè, met Excelsior. Ja. Als die winnen van NEC, dan zijn ze wel zo goed als safe. Ja. Dan denken ze ook, nou, prima. Ja, maar dat is wel echt heerlijk. Dat vind ik echt... Deze competitie is zo vet. Ik hoop ook gewoon dat op de laatste speeldag nog beslist wordt tussen Ajax en Feyenoord. Ja, onderin. Ja. Dat nog spannender gekund als nu met Achilles en Dordt. Weet je, ja. dat er nog meer factoren waren. Weet je, dat echt allemaal do-or-die wedstrijden was heel vet geweest. Weet je, dat is Feyenoord, Excelsior, de winnaar, kampioen, de verliezer, degradant of zo. Weet je, dat was echt heel spannend geweest. Maar goed. Nou ja, het is zo. Ja, en op de laatste speeldag, ja, kijk. Het gaat eigenlijk, want dan is het fijn dat Heracles voor mij. Ja. Heracles kan nog voor Europees spelen, maar dat... Dat is één grote erehager, die vindt het hartstikke mooi om het feestje in de Kuip onderdeel nou, van te zijn. Nou, dat denk ik niet, maar... Volgens Bos, zijn oude ploeg, ja. Die gaan hem helpen, dat heeft hij gezegd. Hij is echt scherp, jongen, tering. Daar word ik word daar wel echt moe van, dat gelul van... Jan is dat hij deze moest hosten, heeft 4 dagen vrijgenomen. Netjes. Ik heb niks gedaan, alleen maar in mijn computer gezeten. Ik word moe van dat gelul van als we 3 keer winnen zijn we kampioen. Daar word ik zo moe van. Ja, maar het is gewoon heel tijd de druk opvoeren. Vorig jaar kwam het ook uit. Jezus, wat een gelul. Ja. Vorig jaar riep Philip Cocu het ook, hè? Zes keer winnen. Ja, Willem zei 6 keer winnen en we zijn kampioen. En toen lachte iedereen Cocu uit. En uiteindelijk is het uitgekomen. Maar het zijn heel tijd nog lachen we hem uit. Ik snap wat je bedoelt, maar ja. Ook Bilal gezien gisteren? Tweetje? Nee. Oh ja. Piqué's een tweetje, dat vond ik wel jeetje, wat was dat erg. Maar wat heeft Bilal getweet? Ja, ik kon niet nadoen, maar het was... Hij waren 4 smileys toen Schalke op 3-0 kwam. Ja, ik ga even zelf een paar doelpunten maken, joh, gekkie. Ik vind dat Piqué wel meer recht van spreken heeft dan Bilal. Toch vond ik het ook wel kinderachtig. Ja, sowieso, man. Piqué gestuurd? Gewoon puntje. Toen Real Madrid de scheids mee had, zeg maar, toen ging Piqué, die vond daar wat van. Terwijl Barcelona heeft natuurlijk structureel de scheids mee. Constant zeker Paris Saint-Germain nog gezien. Om daar nog maar eens even over te beginnen. Denk je dat Björn Kuipers naar Barcelona is afgereisd met 10 Kuipers en die dacht... Ha!
Iedereen zegt altijd dat Barcelona een scheidsrechter mee heeft. Maar nu kom ik een keer uit Nederland. Nee. Ja, ze hebben natuurlijk wel. Je bent altijd bezig met de vorige wedstrijd, denk ik, als scheids. Zeker, weet je. Want daar ga je dan heel erg naar kijken. Van, oh, daar ga ik niet de fouten maken die mijn voorganger maakt. Mm-hmm. Ja. En daar ga je dan overdreven op letten misschien. Ja, maar die Pedro, man. Hij raakt hem gewoon aan. Weet je? Shit. Ja, dat was toch niet normaal? Ja, Pedro, die man. Ja, maar hoorde dat hij hem raakte? Ja, hij gaf hem een zet, toch? Ja, maar dan was dat Pedro? Ja, dat was Pedro. Ja, toen werd hij heel boos, hè, Kuipers. Ja, ik weet niet of het was niet Neymar? Ik heb Monaco zitten kijken. Oké, okay, nee, maar wat ik gekker vond, dat op een gegeven moment Neymar natrapte. Hij zag het en toen gaf hij geel. Ja, klopt, ja. Ja, het was allemaal heel super lafjes. Laten we even terug naar Real gaan, want ik bedoel, dat is toch een schande wat daar gebeurt. Ja, maar tegelijk word ik er wel moe van dat bij jij Bayern. Jij tweette dat je het wel een terechte gele kaart vond. Of was dat cynisch? Want het is lastig op Twitter. Nee, dat was wel een beetje cynisch, ja. Maar ik word wel een beetje moe zo van Bayern en Juventus. Dat zijn ook geen clubs die, zeg maar, de scheids... Heel klein. Ja, precies. Maar dat arme kleine clubjes, weet je wel. En dan nu moord en brandschreeuwen, terwijl ze het zelf ook... De volgende keer is het andersom. Maar één momentje, als het één momentje is, dan kan het nog wel. Maar dit was gewoon dat je dacht... Wat doe je, weet je? Echt gewoon meerdere momenten. Ik had bij deze wedstrijd heel erg het idee dat het arbitrale trio, of vijftal in ieder geval, dat zij het niveau niet konden bijbenen van het spel. Ze bleven maar achter ze aanrennen en niet scherp. Dat was een toffe wedstrijd. Ja, precies. Ja. Het was echt high fucking class voetbal. Maar die zwalbe van Robben ook. Hoe dan? Gewoon allemaal karma, weet je? Oké, buitenspel? Nee. Je hebt inderdaad, wel is dat een scheids dat die... dat het niveau niet aan kan en bepaalde beslissingen verkeerd neemt. Maar het was nu natuurlijk zo pijnlijk, omdat hij eerst liet die Casemiro, die liet hij gewoon 6 keer staan. Die had al lang moeten douchen. Maar dat deed niet heel veel, hoor, trouwens. Nee, echt niet. Die trap op Robben? Trap op Robben, man. Die Robben die gaat altijd zo... haat Robben. Goeie voetballer, maar waarom gaat hij altijd... Maar het is toch gewoon een overtreding? Hoe nog eens? Nee, niet. Nee. Ja, ongeacht hoe Robben valt, is het gewoon een overtreding. Ja, ben ik met Niel eens. Nee, ben ik niet eens. Want Robben. Want Robben. Maar weet je wat ik echt dacht? Die zwalbers van hem, joh. Dat is echt fucking. En daar heb je nergens meer recht op. 20, 30 jaar geleden, en dat was meer zeg maar als je naar Boekarest en dat soort dingen. Dat al die cadeaus klaar lagen. Weet je, in Kiev voor die scheidsrechters en zo. Weet je, bondjassen, hoeren en dat soort dingen. Ja. Hoeren in bondjassen. Ja. En dan mocht je kiezen of Vodka de bondjas, bondjas of de hoer. Ja, bondjas of hoer mocht je kiezen. Ja, niet allebei. Als je weet wel dat het mag je allebei. Maar ik zit meer aan te denken, weet je. Ja, het is raar om te zeggen dat er nu allemaal dit soort dingen allemaal gebeurt. Maar je staat zo onder zo'n druk als scheidsrechter. Ook, weet je, als je daar binnenkomt. Wat zeg je? Ik zei, dat ben ik met je eens. Ik beaamde jouw opmerking. Hoeveel druk er op een scheidsrechter staat. En je weet nooit wat er geschoven wordt of hoe er druk wordt uitgeoefend op scheidsrechters en dat soort dingen. Maar ik denk dat de snelheid van het spel daar echt invloed op heeft. Dat het niet eens die druk maar is. Maar dan zouden dus twee kanten op moeten gaan. Laat ik het zo zeggen. Was de druk nu overdreven hoog? Ik denk juist dat die van Madrid uit, waar je dan nu toch een beetje aan gaat denken. Dus toch wel mee. Die hadden die uitwedstrijd al gewonnen. Kijk, zo'n Barcelona-Paris Saint-Germain, daar kan ik me daar meer bij voorstellen, weet je wel. Want je weet, die gaan vanaf de eerste minuut gaan ze volle bak gas geven, weet je wel. En als scheidsrechter ben je daar dan eigenlijk een soort staande weg in. Dus vind ik dat toch wel heel anders. Het staat 1-0 in de Kuip tegen Heracles, 89e minuut, Armenteros gaat neer. In Team nooit. Geef hem maar, ja, geef precies. Nooit. In de Kuip. Maar, ja, maar, leven naar huis, weet je. Die mensen zijn gek daar. die rijen, weet je. Heb je daar wel eens een column over geschreven? Nee, maar dat durf ik niet. Jij zit veilig hier in Amsterdam. Maar komt het ook niet gewoon dat nu... En ik kom echt niet, hoor. Voor mij heeft dat ook... Ik weet niet of het een Nederlandse columnist was of iemand anders. Dat tegenwoordig kunnen we alles ook 8 keer terugkijken uit 737 hoeken. Ja. Zoveel? Ja, of 36, maar dat weet ik niet. Ik was nog bezig, maar... Dus dat er ook mee te maken heeft. Nee, er stond een artikel op Volkskrant.nl. Oh, dan klopt het. Daarover. Opta heeft daar ook wat voor gedaan. Het ging over bijvoorbeeld wij hadden uitgezocht. Wat is Opta? Databureau, hartstikke leuk. Maar deze Champions League, stevend af op de Champions League te worden sinds lange tijd met meeste balcontacten, meeste onderscheppingen. Dus heel veel, dat het spel heel snel wisselt. Wie telt dat? Even serieus. Jan? Nee, ik doe dat niet. Oh. Er zijn daar 3 studenten in Londen die dat doen. Per wedstrijd. Die zitten alles in. Waarom gaan ze niet gewoon naar de kroeg? Serieus. Weet je wel, wat zuip in Londen kost, dat moet jij toch weten. Maar het spel gaat zo snel. Ik bedoel, bij die goal van Ronaldo, dan is die grensrechter, staat gewoon helemaal niet goed. Ja, klopt. Je kan hem helemaal niet. Wat moet hij dan doen? Maar het betekent dat scheidsrechters, grensrechters gewoon fysiek te oud zijn nu voor dat spel? Nou, volgens mij was Mario van de N1 dat stuk die zei... Die twittert niet meer, toch?
Nee, maar het was een. Het gaat niet over Twitter, het gaat over een artikel. Oude media nieuw. Echt, maar die zei ook van ja, je moet gewoon scheidsrechters hebben die zo goed getraind zijn. Iemand uit Hongarije, die is waarschijnlijk niet zo goed getraind als iemand uit Engeland. En als scheidsrechter. En iemand uit Nederland? Ja, wij staan er goed op hoor, in Europa. Maar zoals bij Barca, dat ze gewoon zo'n heel team in de Nokvat Stadion hebben zitten. Die al met computers alles bijhouden wat de linksback doet. Ik bedoel, daar kan een scheids toch niet meer tegen op, tegen zoveel. Maar dat is toch ook gewoon dat het spel evolueert al jaren. En scheidsrechters, ja, we hebben nu mensen op de achterkant die niet wel eens een keer... Segways, scheidsrechters. Wow. Of als je bij schaatsen die camera's hebt die meerijden, weet je? Of als een man op zijn stoeltje gewoon... Nee, uit je mond, segway. Over oude media gesproken, lezen jullie de Voetbal International nog of niet? Er stond een fantastisch verhaal met Bas Nijers deze week. Die vertelde gewoon dat hij had geweigerd om als vijfde, als zesde man... Op dat achterlijntje te gaan staan. Het ging dus, hij gaf als voorbeeld dat Kuipers zei dat hij moest checken bij een corner of de bal wel goed in het, het rondje lag. En toen zei hij, ja, wat is dit zo? Toen zei hij, yo, later, dit doe ik dus nooit meer. Is het een idee om... De NBA-referentie? Nee. Is het mogelijk om scheidsrechters en grensrechters volledig van het veld af te halen? En het gewoon helemaal achter de schermen in een tv-regiekamer te doen? Maar wie kalt de beslissing dan? Dat wordt dan lastig om... Via de omroep. Zoiets. Gewoon het spel wordt gestild. Massale vechtpartijen tussen de teams wil dat dat een uitstekend. Nee, maar ik snap wel wat je bedoelt. Maar hoezo? Waarom, alsof die ene oude vent die nu in het geel rondloopt... Zo'n massale vechtpartij. Wel nog een soort Verenigde Naties-functie, hoor. Denk ik. Ja. Weet je wat het probleem vooral is, denk ik? Is dat, kijk, dat kan je op het hoogste niveau kan je dat invoeren. Ja, maar ja, hoe ga je dat op zaterdagmiddag buitenveld? Ga je dat in het centrum zitten allemaal scheidsen achter de scherm. Maar het districtskantoor van de KNVB, ja. Dat is zo. Ik vind dat voor het hoogste niveau, waar zoveel geld in omgaat en waar vooral zoveel belangen zijn, ook vanuit het publiek en de fans, dat je daar best wel een uitzondering mag maken. Ja, het hoogste niveau wordt nou eenmaal niet op dezelfde manier behandeld als... Maar waarom zet je niet gewoon twee scheidsrechters neer? Bijvoorbeeld, ja, maar goed. Er staan er nou zes. Ze hebben één per helft gewoon. Oh ja. Dat kan ook. Dat is ook nog een keer gebeurd. En dat geldt ook voor grensrechters. Dan zie je zoveel, dan ben je er veel meer. En dan hoef je minder te belopen, zit je overal korter op. Ja, maar dan ook extra grensrechters. Ja. Dus vier grensrechters. Waarom niet? Even, ik doe heel even. Je wilt iets over je... Aluhutje op. Ja. Hoe warm waren de balletjes? Geen Madrileense finale en Lyon en Manchester die elkaar ontlopen. Wat zeggen jullie? Zo. Ik weet niet of dat dan... Jij zit echt te veel op Twitter. Laat ik het zo zeggen. Dat hoor ik vaak. Maar met welk, belang zou het dienen om bijvoorbeeld geen Madrileense finale? Ik denk dat mensen dat jij zo willen zien. Nog een keer? Precies. En Lyon en United zijn wel de grootste clubs. Ja. Die wil je ook wel in de finale. Ja, Lyon en matchfixing. Misschien heb je daar nog een leuk verhaal over. Maar... De knipoogkrabaten. Ja, dat is natuurlijk maar wel... Het is toch nooit bewezen? Nee, het is nooit nee, het is nooit bewezen, maar we hebben het allemaal gezien. Maar hij reed toch wel een hele dikke bak daarna, toch? Ja, Seat in een Seat. Fucking briljant. Maar heb jij dit ergens gezien? Waarom eet je een banaan? Ja, lekker, man. Oké, top. Wat heb ik gedaan? Nee. Iemand anders? Nee. Heb je dit idee ergens vandaan? Nee. Ik zat dat gewoon net te bedenken. Een heel goed idee trouwens. Nou ja, niet zozeer. Ik weet niet of het inderdaad goed is om de hele... Die grensrechters ook inderdaad? Maar je haalt de menselijke factor een beetje weg van het scheidsrechtersbestaan. Dus je hebt gewoon een hele... Maar goed, een videoscheidsrechter kan, want dat is er ook niet één iemand, denk ik. Die is in principe al hetzelfde idee. En dat je dan de scheids alleen nog als... maar dat je meer verantwoording en meer zeggenschap legt bij... degene die anoniem is, namelijk de regiekamer. Zodat de scheids ook kan zeggen... ja, jongens, ik ben alleen maar de man met het fluitje... die vertelt wat de regiekamer heeft besloten. Zij zitten er bovenop met close-ups. Als je videoreferee ziet, alleen al kijken we in Nederland... wat voor cruciale beslissingen zijn gevallen met de videoref dit jaar. Ja. Hè, in het bekertoernooi. Mm-hmm. Dan is het toch klaar dat het gewoon volgend jaar gewoon ingevoerd moet worden. Maar dit is, vind ik wel, dan vind ik ook... als je het dan invoert, moet het niet, dat werkt niet. Dat je op één niveau bepaalde wedstrijden wel en bepaalde wedstrijden niet. Dan moet je ook alle wedstrijden... Maar zo gaat het altijd met nieuwe regels... dat je ze ergens in moet voeren en dan uiteindelijk... Ja, maar dan Eredivisie breed of bekerfinaal... Nee, maar daar ben ik met je eens, zeker. Alleen dat, met de Eredivisie was dat de doellijntechnologie is te duur... Zeg maar, om dat te doen was 3 ton voor mij per stadion, toch? Ja. Doe dus 1 column is dat gewoon, hè? Jezus Christus. Welkom bij Parool. Parool gaat heel slecht, maar... maar ik niet. Nee, er stond ook een Parool van de week. Let's go. Ja, toch? Had je een column over geschreven? Nee, man. Dat hoeft niet. Geen stijl. Hebba. Nee, dumpert, hè? Geen stijl. Moet je het daar even over hebben? Nee. Nooit. Nee. Jawel. Nee, ik sta volledig in team Dumpert 101.
Oh, ja, die hebben jullie, hè? Ja, misschien kunnen we daar even een stukje naar van laten kijken. Want dat is wel even iets wat deze week me ook weer opviel. En dat is hier wel een goed voorbeeld van, als Yannick hem even in kan starten. Hebben wij een goed voorbeeld gegeven? Ja, Yannick, het snel. Wat is dit? Oh, yes. Johan, het beroemde geldverhaal, hè? Daar gaan we weer. Er staat Nederlanden en dan de vlag verkeerd. Er gaat iets gewoon verschrikkelijk verkeerd. Dat hebben die Duitsers expres gedaan. En ze hebben ons speciaal soort van half Frans-Luxemburgse vlag gegeven. Klootzakken. Nazis. En, het beroemde geldverhaal, hè? Daar gaan we weer. Het is voor ons dus een hele eenvoudige zaak. Wij hebben dus met z'n allen een joint venture geaccepteerd. Dat wil dus in eenvoudige bewoordingen zeggen, je deelt in de baat en de lasten. Het probleem wat er dus zich vorige week opgestapeld is, dat zijn niet de bedragen geweest in de eerste instantie. Ik begreep hier echt helemaal niets van. Nee. Dat dus de baten van het jaar 73 en die joint venture, nog even voor de goede orde, die gaat dus in op 1 januari 74. Weet je wat ik dus heel vet vind aan Johan Cruijff? Hij krijgt een kritische vraag, maar hij geeft zo slecht antwoord dat je er niks mee kan. Er zijn de kosten van 73, te weten de sponsorbord en de kwalificatiepremie. Deze man omspeelt kritische vragen zoals die Duitse verdedigers omspeelden. 5 reten. Zijn vraagstelling is ook niet echt duidelijk of zo. Johan, het beroemde geldverhaal, hè? Daar gaan we weer. Het is niet dat hij hem weinig ruimte geeft om, om uit te weiden of zo. De NPO was vroeger ook al kut. 1 reet. Netjes. Wilde, goed verhaal. Sowieso tof dat jullie dat doen. Hier. Zelfs klappen gaan. Slow clap. En eenzaam applaus is altijd kutter dan geen applaus. Er zijn een aantal opmerkingen die we gemaakt hebben tijdens de opnames zijn gesneuveld. Omdat we op een gegeven moment beseften, wacht even, er komt hier 14 uur live Johan Cruijff. Uiteindelijk was het 6 uur geworden. 6, 7 uur. Ja. Aanbidding, waar iedereen heel serieus en weet je wel, heel erg. En dan komen wij met alleen maar kutgrappen. Wat ik wilde zeggen, het gaat over interviews. En niemand overtreft ooit Johan Cruijff, denk ik. Hoe die antwoorden geeft. Maar ik denk, als je wel met dumpertreten gewoon voetbalinterviews zou analyseren, en het gewoon zo een beetje wat de snijtafel ook heeft gedaan bij de Wereld Door, maar jullie dan met jullie humor, of iets wat het moet doorgaan voor. Het is allemaal de edit. Ja, ik vind het wel heel vet. Ik denk namelijk best wel dat er worden soms zulke rare dingen gezegd. En heel vaak zeggen mensen ook gewoon, weet je, wij kijken dan ook gewoon en denken, oké, ja. Als je terug gaat kijken, denk je, wat wordt er nou eigenlijk gezegd? Jacques Polak. Die had goede teksten, ja. Maar heb je dat dan niet? Dan als je zo'n interview... Ja, kijk, die vraagstelling is natuurlijk ook... Hij stelt geen vraag. Nee, een NPO is niet zo. Waarom de geldverhalen, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Nee, ja, wat moet ik zeggen? Nee, maar ik denk dat veel... De kwalificatiepremie. Veel interviews is een beetje hetzelfde als gewoon, weet je, cheerleaders in Amerika. Weet je, het gebeurt, de gezichten bewegen en er wordt iets geroepen. Maar ja, weet je, het gaat toch om het voetbal. Die interviews daar... ik denk inderdaad, als je ze echt analyseert... Ja, maar dat is toch wel tof. Er zijn zoveel nieuwsbronnen geïnteresseerd in wat zo'n sporter op dat moment zegt. Dat het gewoon, wat je ook zegt, dat geen totale behang is. Is te nieuwswaardig. Dus als jij mij vraagt... Ik kom uit een wedstrijd en zeg, ja, ging wel lekker. En ik zeg, ja, ging wel lekker. Oh, dan staan er morgen 15 headlines online. Kritisch op de keeper, ja. Gaat hij weg? Arco wil weg. Ja. Het ging niet zo lekker. Nee. Kunnen we niet de sporter helemaal weghalen uit het interview en gewoon een anoniem team van mensen de generieke antwoorden laten geven? Yes. Dat is mijn go-to move voor alles vandaag. Die antwoorden geeft aan de interviewers. Ja. Maar, in principe kan dat toch wel. Het is meer dat je de eerste voetballer nog tegen moet komen die dat tof vindt. Zeg maar, om te praten. Ze vinden het best tof om over hun vak te praten, maar niet op die manier. Ja, en toch wordt het gedaan omdat iedereen ooit is er verzonnen dat er voor een backdrop naar een wedstrijd een reactie gegeven moet worden. En sponsoring. Maar ja, ook. Maar dat vind ik wel altijd grappig. Dus omdat op die manier geld wordt binnengehaald door sponsoring, betekent niet dat je niet creatief op een andere manier een speler iets kan laten zeggen over een wedstrijd. Niels, jij hebt leuk werken, vind je zelf toch? Vinden wij ook. Toch? Goed betaald ook. Ja, nee, maar luister. Moet je wel voorstellen, op een gegeven moment heb je een lange dag gehad met werk. Ja. Dan kom je thuis en dan moet je nog even een half uur gaan praten over wat je vandaag gedaan hebt. Gaat er door je heen. Zou er ook geen zin in hebben, weet je wel. Het heet een vrouw, Jean-Paul. Met interesse. Van die situatie. Oh, zit ze mee te kijken? Matthijs kort even een punt, hoor. Zit ze mee te kijken? Goed, heel woke. Let's go. Maar oké. Dat ken ik dus helemaal niet. Dat merk ik. Maar ja,
Nee. Maar ik bedoel, ik vond het eigenlijk best een goed punt. Laten mezelf, we zorgen dat. Want niemand wordt er gelukkig van. De mensen die die spelers moeten interviewen, niet. Sterker nog, ik moet eerst nog vinden ook een journalist die het tof vindt om op die manier iemand te spreken. Want ze zien alleen maar ongemotiveerde mensen na afloop. Ja, weet je. Maar het is ook een slecht moment. Want ja. je hebt net een beetje in de trant van wat jij bedoelt. En niet zozeer een lange dag werk. Maar je hebt je helemaal de pleuris gerend. Je bent gewoon op. Ja, je tank is leeg. Want je bent getraind voor 90 minuten presteren. En dan moet je inderdaad helemaal leeg. Als ik een basketbalwedstrijd heb gespeeld. Dan komt er ook niet zoveel uit als ik verloren heb. En laat staan dat ik het moet doen voor de pers. Alles wat je zegt wordt gewogen. Dus je moet de opvoeding veranderen. Dat gewoon vanaf jongs af aan, net zoals in Amerika, dat mensen snappen: dit is net zodat het belangrijk is dat je doelpunten maakt, is net zo belangrijk dat je goed de media te woord staat. Of je moet het, als wij vinden, nou dat gaat nooit werken, moet je het bovenin gaan veranderen. Ja, je ziet nu wat Touzani doet al een hele tijd en nu ook op tv. Weet je wel, dat spelers op hun eigen interessegebied en in hun eigen vocabulaire benaderen. Ja, dan krijg je hele andere voetballers te zien. Het zijn niet andere mensen dan is een ander. Maar dan moet ik wel zeggen dat het daar vaak weinig over voetbal gaat. Nee, klopt. Weet je, terwijl ik het wel heel tof vind. Nee, maar het is heel tof. En alleen, je moet gewoon ergens naar op zoek gaan. Want ja. Maar we hebben dit hier, hebben we het de vorige keer dat ik hier was, hebben we het hier ook over vaak gehad. Hier, hè? Ja, we hebben het hier ook wel vaak maar over. Het hoor. Komt gratis eten altijd. Oh, ik moet je wat vertellen, dat is hier niet meer. Ja, okay. Maar waar we toen op uitkwamen was ook, er zijn heel veel interessante statistieken uit zo'n voetbalwedstrijd te halen, die nooit gebruikt worden in het interview. Weet je wel? Volgens mij noemde ik toen het voorbeeld van, joh, normaal 10 kilometer gelopen op het veld, je hebt er vandaag 13 op zitten. Wat is het verschil? Was je verdediger minder goed? Of, heel vet. Dan ga je veel meer op tactisch niveau. Ja, dat is voor de algemene kijker niet zo boeiend, maar voor de voetbal. Ja, maar grappige dat je dat. Wij hebben dat een keer. Dat heeft Peter toen hier aangekaart. Dat was voor mij werkte hij toen nog niet bij ons. Toen jatten we ergens de data vandaan. Oh. Expected goals gingen toen. En toen hadden Vincent Janssen te gast. En die speelde bij AZ. En die deed niet. Het ging okay, maar het ging eigenlijk nog niet zo lekker. AZ was een beetje aan het zoeken voor nieuwe spits en zo. En toen lieten we aan hem zien aan de hand van data, expected goals, dat hij eigenlijk altijd wel goed stond. Hè? Zijn positionering voor de goal was altijd goed. De factor geluk moest meespelen en hoe die ballen dan daken. Maar eigenlijk zeiden ja, het is een kwestie van tijd dat je gaat scoren aan de hand van data. En dan, ja, uiteindelijk lukte dat ook. En als je over Vincent daarover spreekt, Vincent vond dat heel tof. Die denkt, weet je, nu in zijn tijd bij Tottenham, denkt hij daar ook wel eens aan, weet je? Want dan zit je constant op de bank, dan denk je gewoon de hele wedstrijd. Nee, maar, sorry, too soon? Nee, helemaal niet. Nee. Vorige week gescoord. Het probleem is, na zo'n wedstrijd heb je bijna geen tijd, want je moet dan dus eerst de kijker uit gaan leggen wat zijn expected goals, want de normale... Dit is wat verder, hè? Maar wat Matthijs zegt over kilometers gelopen. Het gebeurt wel eens. Wanneer? In vraagstelling? Ja. Oké, wanneer dan? Ik weet niet meer precies. Precies welke wedstrijd. Het was een zaterdagavond. Ajax speelde op zaterdagavond. En Ziyech werd geïnterviewd over kilometers. Toen is dat gebruikt. Je hebt het meest gelopen sinds. Echt? Ja. God heeft gejat. Wat zei Ziyech? Die zei... Oh, ja, klopt wel. Ik moet hier veel meer doen dan dat ik gewend ben. Lalalala. Ik merk het ook wel aan mezelf. Oké, dan is het dus één keer gebeurd in de afgelopen 5 jaar. Nee, maar mijn verhaal is dus dat met kilometers... Dat wordt niet bij elke wedstrijd nu bijgehouden in Nederland. Nou, maar het was natuurlijk al vanaf. Het is een voorbeeld. Wanneer het wordt bijgehouden? Ja, je hebt gewoon een bedrijf dat doet en die kiest nu... 3 studenten in Londen. Die gaan ook wel eens zuipen. Die kiest nu in Nederland 2 wedstrijden uit per weekend en die worden de data van bijgehouden. Maar wat Matthijs zegt, het is een voorbeeld, hè, de kilometers. Ja, nee, precies. Maar ik wil ook zeggen, van met heel veel andere dingen. Kijk, je kan schoten wel doen, maar op een gegeven moment wordt het ook... Je moet dan data eerst uit gaan leggen aan degene die kijkt, voordat je het met een voetballer daarover kan hebben. Ik ben het niet met je eens. Je hebt er denk ik geen tijd... Je kan het wel doen, maar je hebt in een interview denk ik geen tijd voor. Als je dit consequent doet, en dan komen natuurlijk een aantal ook weer dezelfde vragen terug, dan leid je de kijker vanzelf al op, omdat ze denken, ze hebben het nou al 3 weken over aangekomen passes. Wat bedoelen ze nou precies? En dan ga je naar catenaccio.nl, blendel/dinges. En dan, maar dan leer je zelf. Je moet de kijker niet onderschatten. En het hoeft ook niet je openingsvraag te zijn, hè? Want dat vind ik ook, weet je, in een interview... Zijn hoe je je voelt bij de wedstrijd. Maar ik ben het eens dat je voor een groter publiek interviewt. Dus dat gaat ook voor mensen die helemaal niks hebben met data. En die, weet je, nooit mee opgevoed zijn. Nooit iets mee zullen hebben.
Maar dat je best wel daar op een gegeven moment, op het, als je 3 minuten interviewt, na 2 minuten, 2 minuten, 2,5 minuut, nog even een vraag stelt. Oh ja, over dit net. Best grappig dat je nu nog steeds van afstand blijft schieten. Want de laatste 350 keer. Ja, ik ben voor. Laten we het doen. Maar ik moet zeggen dat ik gisteren ook nog even op ben gebleven voor de interviews na afloop. En dat ging me echt niet om de vragen. Het ging me ook niet om de antwoorden. Ik wou gewoon die koppen zien. Ja, dat is het ook. Je wil een soort heel stom, heel closure wil je, weet je. Je hebt die hele pot gezien en je wil de gasten nog even zien uitwasen. Wel, trouwens, de quote natuurlijk van gisteren was dat zowel Viergever als Klaassen zeiden na afloop. Ja, we hebben gewoon in de rust van de verlenging hebben we tegen elkaar gezegd, we proberen het nog 5 minuten zo. En dan gaan we alles of niks. Peter Bos, was het hele strijdplan? Ja, nou, prachtig. Ja, prachtig strijd. Ik vind dat is een motto dat kun je op je hele leven van toepassing. Dus als jij straks hier de tram pakt? Nee, dan... nee. Bevallingen. Schat, we doen het nog 5 minuten zo. En anders wordt het alles of niks. Spits erbij. Trouwens wel echt shout-out naar Davy Klaassen. Ik vind het... Er zijn gewoon te weinig mensen met zoveel liefde voor de club waar ze mee voetballen. Ik vind dat zo mooi. Oude Hilversumse, Hilversumse. Nee, maar je ziet aan alles van hem. Hij wil zo graag succes hebben met... Ja. Met ja. Ja, je zag ook wel die... Ik las ergens vergelijking met Gerard eerst. Ja. Maar dan krijg je... Dat is wel lastig. En misschien met de Scholes. Ja. Hij is nooit weggegaan, toch? David Klaassen gaat gewoon... Nee, maar in de zin hoe hij voor zijn elftal op sleeptouw neemt en echt vond dat fucking slip. Ja, maar dat voelde ik gisteren een beetje, dat moment inderdaad. We're not gonna let this fucking slip, weet je, dat moment. Dat voelde ik gisteren een beetje. Oh. City, ja. Maar... Maar gewoon, hij is ook zo gegroeid in die rol. Want wat ik mooi vind, hij is dan nu echt... hij is een paar jaar daar, hij is echt de aanvoerder. Ja, de kapitein. Maar soms met interviews, dan is hij boos of is hij blij. En dan gaan er ook woorden doorheen die hij eigenlijk dan niet moet zeggen als aanvoerder. Maar dan vindt hij dat gewoon ook echt zo. En dat is goed, toch? Ja, nee, zeker. Zie je, we gewoon echte mensen zien. Dat is ja, maar dat is het, weet je. En maar ook de echte mensen, maar ook iemand die... en hij zal echt wel weg, want hij moet ook wel een stap zetten. Maar hij... Swansea City, denk ik. Hij heeft gewoon echt liefde in Swansea City. Heb je aandelen in Swansea? Met Swansea. Ja. Zijn die van die bankkoning overgekocht? Er waren 4 columns, heb ik moeten betalen. Ja. Tuurlijk. Yes. Jan. Kan je nog een fles meenemen, alsjeblieft? Ja, lekker. Wat voor fles? Wodka 7-up, alsjeblieft. Nee, gewoon spaarrood, alsjeblieft. Nee, maar hij is zo gegroeid in die rol ook, want hij was natuurlijk ook best wel jong al aanvoerder. Ja. En je merkte ook zeker nog het dramatische einde van afgelopen seizoen, dat hij kon zijn team net niet mee op sleeptouw nemen, weet je. En dat is nu echt wel veranderd. Ja. Al moet ik wel zeggen, toen tegen PSV nog, dat Guardado 2 man de wedstrijd uitbeukte en Ajax daar eigenlijk heel tam op reageerde. Zelfs toen was hij nog een beetje weifelend, maar dat zie je nu niet meer. Dat is echt vol aan. Nee, ja, het is gewoon iemand. En weet je. Guardado, Blanco, bruggetje. Met je Ganos. Ja, ik heb 2. Ja, heel goed. Ja, bruggetje. Want wat wil je over Blanco zeggen? Hij heeft zijn vrouw vermoord. Ken je Blanco? Nee, maar wat heeft gevoerd aan een hond. Nee, dat is die Braziliaanse keeper. Okay. Zo ging het gesprek. Niel, we moeten toch meer tijd gaan steken in die intakegesprekken met die gasten. Dan moeten wij toch meer meedoen. Aurelio Gomez, die heeft zijn vrouw, die heeft hij in een separator vlees van. Maar ken je Blanco nog? Separator. Ja, tuurlijk. Maar over die... Wat zeg je? Blanco. Nee, Blanco. Oh, Blanco. Blanco, ja, Blanco. Die met zijn trucje. 98, deze. Ja, toch? Ja, zijn trucje. Ja, Niel, wij hebben redelijk vaste camera's hier, hè? Hoppa, netjes. Ja, nog een keer. Nu ben je in beeld. Thanks, chef. Je hebt nu officieel het meest gênante wat je in de afgesneden regie. Maar goed, over regie gesproken, even tussendoor. Gisteren, Schalke Ajax. Ik heb dat gelezen, maar dat heb ik dus niet gezien. Ja, is er een levensgrote kans voor Schalke? Huntelaar. Ja, en dat was echt die bal, Onana pakte hem en die bal, je zag dat iemand in kwam rennen of die hem nog zou pakken, dat ging er nog om. Zo, en toen zaten twee kindjes zo te kijken. Ja. Goeie genade. Ja, ging iets mis? Heb je wel, ze heeft de regie wel eens. Maar goed, dat was dus Blanco. Zo Blanco. Goed bruggetje naar Blanco. Ja, goed bruggetje naar Blanco. In ander nieuws, oud-scheidsrechter Dick Jol heeft van de rechtbank in Den Haag een taakstraf van 150 uur gekregen voor mishandeling en bedreiging. Hij bedreigde in 2015 een buurman en zijn vriendin met de dood en sloeg hem met een steigerdeel omdat ze met een scooter over de stoep reden.
Ook bedreigde Jol een timmerman die bij hem thuis werkte met een hakpijl. Nou, als hier nog ergens, ik buitenproportioneel. Dus, als het woord reiger nog was toch een het meest Haagse nieuwsbericht is van het jaar. We misten nogal een woord, toch? Om het echt haast. je hebt zijn verdediging gehoord, toch? Wat hij zei? Nee? Zij liep tegen die stalen pijp aan die hij toevallig in zijn handen had. Ja. Zijn verdediging. Ja. Goed te boeren. Een pannenkoek. Jezus Christus. Ik hoop dat Dick Jol volgend jaar weer gaat fluiten. Is uw man thuis? Ik krijg weinig protesten. Bij voorkeur Real Madrid Bayern. Ja, mooi. Oh ja? Wat is de minst... Zijn er al teams echt helemaal klaar in de ere? Zijn er al teams echt helemaal uitgespeeld? Twente. Maar dat zijn ze al 31 speelronden. Nou ja, ik moet wel zeggen, Twente. Ik had echt verwacht dat ze zoveel lager zouden staan na de debacle van vorig jaar. Die hebben echt, dat echt van zich afgeschud, hoor. Maar om even antwoord te geven op je vraag. Als 9e speel je nog Europees voetbal, of play-offs met Europees voetbal. En als 16e kan je er toch uitvliegen. Dus nee, niemand is al veilig of klaar. PSV. Nee, Utrecht in zekere zin, want die gaan de play-offs niet meer ontlopen. Ja, Utrecht moet nog één keer winnen, toch? Of, wat zeg je? Utrecht, ja. Om de vierde plek. Ja. Super knap wel, hoor. Ze vinden echt knap voor Utrecht. Ja. Absoluut. Shout-out aan Steen. What's up? Steen. Goeie rapper. Nee. Nieuwe sessie weer, zag ik. Oh, echt? Nice. Ik vind het fantastisch. Groningen, echt een rampseizoen. Echt verschrikkelijk. Maar die staan gewoon 1 punt achter voor de play-offs. Ja, dat heb je met het hele Twente en de bekerfinale verhalen. Sparta. Ja. Dat is wel zielig van Sparta, man. Ja. Mooie club. Ik las van de week dat hij nu onder druk staat. Ja. Stoor. Zou ik echt gênant vinden. Er was een misgegaan naar die podcast van jou. Oh, briljante podcast. Maar... Voorzitter of de algemeen directeur heeft geroepen... Normaal gesproken praten ze altijd op maandag. En nu was er ook dan nog vrijdag een gesprek. En daar werd hij tijdens het interview met de NOS werd hij geconfronteerd. En zei hij, wilde niet op reageren. Het was een beetje Alex Pastoor zoals hem soms ook kennen. Een beetje... Onverschillig. Ja, een beetje gek dat hij het even niet wist. Alex Pastoor being Alex Pastoor. Ja, dus... Misschien een beetje druk, maar ja, die gaan we nu toch niet meer uitgooien. Nee, dit is ook een discussie die we vorige week hadden. We hadden hier vorige week Dario Dumic, de centrale verdediger van NEC. Nee, en die zei, ja, wat, weet je wat, oké, dan moeten we de trainer uitgooien en dan met nog drie wedstrijden. Of ja, nu nog drie wedstrijden. Het Fritz Korbach effect kan niet meer. Dus je kijkt bij Goat Eagles. Het is lastig zeggen, want je kan het nooit zien of het echt zo geweest zou zijn. Maar ik... Ik durf bijna te zeggen dat ze meer punten hadden gehaald gewoon met Hans de Koning. Ja, stond Roda nou in de... Ja, maar het is meer dat ik denk... Ja. Wat heeft hij dan gebracht, geloof ik? Hij heeft denk ik niet heel veel gebracht, maar... Wat had Hans de Koning... Heeft hij heel veel veranderd? Ja, maar ze waren helemaal... Als je ook naar die wedstrijden kijkt... Er zijn echt een paar ongelukken. Wat het van een week hadden het over... Of die week ervoor met... Rode kaarten, penalties niet... Ze hebben ook gewoon pech gehad. Nee, maar daarom. Ja. Nou goed, het gaat in ieder geval. Misschien kunnen we zo even naar het programma kijken. Dat is wel tof, want ja, voor mij is het deze week of volgende week. Nou, deze week wel dat overal nog wel iets ongehoord de bekerfinale. Ja. Dit is een antwoord dat ik niet helemaal uit jouw hoek had verwacht, maar je hebt gelijk. ik ben erbij. Oh. Nee, wat dan? Bij de ME, als het goed is. Bekerfinale. Dubbed film your plek. Ja, met de ME tijdens de bekerfinale. Lachen. Dit is wel het moment als we het willen, jongens. Wie hoop je eerder hoe toneer te hoeken? Mensen uit Alkmaar of mensen uit Arnhem? Gewoon René. Gewoon mijn collega. Alsjeblieft, gewoon twee ME'ers gewoon op René af kunnen sturen. Dus, maar goed, er is in Rotterdam vrij weinig voor nodig, hoor. Maar goed, Heerenveen, Willem II, dat is dan vanavond. Dat wordt stil op straat, zeggen we dan. 4-1. Ja, vind ik goed. Zo, gewaagd. Eens. Gewaagd. Jean-Paul, gaat Heerenveen nu anders voetballen? Dan voor 1. Wat minder naïef. Ik weet niet of het tegen Willem II nodig is. Nee, maar het meer omdat ze nu voor mij zoveel wedstrijden altijd de complimenten hebben gekregen. Maar uiteindelijk pakken ze niet de punten. Dat ze iets moeten aanpassen. Dat is wel een dingetje, ja. Alleen, ik denk dat ze nu... Ja, nee, ja, ik wil zeggen, ik denk maar dat die Larsson bij PSV hun restyling hoog op het lijstje staat straks. Dus die zal ook nog wel even de indelen. Alleen het probleem is het geld. Ja. Waar... Ik denk Swansea City. Tijden trouwens. Dat zijn echt super rare tijden allemaal. Kijk dan, 8 uur. Dit is het hele half seizoen, 7, hoor. Kwart voor 8, kwart voor 9, half 1 ook echt. Half 3, kwart voor 5. Dat zijn 16 verschillende tijden. Waarom? TV. Oh ja, Fox Sports. Ja. En als jij gewoon geen leven hebt, dan vind je dat best wel lekker. Dat je alle wedstrijden kan kijken. Ja, echt. Don't touch that dial. Nee, toch? Maar NEC Excelsior dan? Ja, dat is de Bill Naat. Ja, als ik goed geluisterd heb, betekent dat de titelkansen van Ajax dus in handen zijn van NEC morgen.
Nee, de titelkansen van Ajax die waren in eigen handen. Ja, maar dat is wel, je hebt wel goed geluisterd. Ja, oké, tuurlijk, tuurlijk. Maar wel, wat van theorie dat we nu nemen? Ja, als NEC, als Excelsior niet wint... Dan moeten ze tegen Feyenoord nog ergens voetballen. Ja. En natuurlijk... Ja. NEC, mooie club. Ik moet ook zeggen, ik begin wel echt mee te voelen met die trainer, man. Vind ik erg een sympathieke Duitser. Ja, ja. Serieus, die ballen. Ik vind het echt vet, man. Echt een moderne opvatting over voetbal en zo. Ja, absoluut. Ik vond het zo mooi, dat filmpje wat we vorige week hebben laten zien. Heb je toch gezien dat hij zo liep te schreeuwen? Ja. Nee, ik kan het misschien zo nog even laten zien. Maar ging hier ervoor over... Hij wilde dus eigenlijk zeggen dat het bestuur, de directie, ook geen idee had. Maar in plaats van dat te zeggen, de directie heeft geen idee, zegt hij, zij willen links, zij willen rechts, zij willen links, zij willen rechts, zij willen links, zij willen rechts. Dat zei hij 4 keer. En daarmee gaf hij dus aan dat ze bovenin... Een goede feesttent, MC. Ja, dat is voor een carnaval hit. Met zijn... Ze willen links. Ja, nee, ja. En hoe werkt dat dan voor zo'n club? Dus voor mij is het eigenlijk heel interessant voor Vitesse, maar ook voor AZ. Ja. Is het nou, hoe ga je jezelf nou de laatste wedstrijd die je speelt voetballen voor de beker? Ga je gewoon, ja, je wil wel. Je geeft de boodschap die Ros Olifant, hè? Als iemand doorloopt, geen direct rood, laat maar lopen. Ja. Dat is inderdaad meer, denk ik, ja. Miel. Ja. Kun je een Spa-beeld houden? Nee. Hadden wij geen deal met Spa? Dit is echt branded content, shit. Gewoon. Bar Le Duc. Geert, maak die deal even rond met Spa. Maar nee, ik denk dat op die manier gewoon zo gaat. Op wie zetten jullie geld bij Toto bij de bekerfinale? Wat is Vitesse. De bekerfinale? Vitesse. Ja, nogmaals, het is het jaar van de gekke winnaars. En wat dus dat het een derde ploeg gaat hem winnen. Toch weer Pek Zwolle. Toch weer Pek Zwolle. Ik ben benieuwd of Tendersprong eruit komt. Ja, Vitesse heeft natuurlijk, die heeft voor zover ik weet, een lege prijzenkast. Ja. Ja. En dat dit dan opeens hun jaar is, past wel binnen die trend, vind ik. Ja, het kan gewoon niet dat AZ een prijs pakt. Weet je wat me echt tof lijkt? Als ze die vogel meenemen naar de Kuip en dat het beest dan helemaal de weg gaat. Schitterend. Welke vogel? Ja, Johan Vogel? Ik weet altijd in de Gelder dan. Nee. Maar dan kijk nooit. Het is geen adelaar. Volgens mij is het een arend. Arend. Je hebt er echt overal verstand van, hè? Hé, hey, 11 vogelaar, jongen. Je moet eten. Volgens mij heet hij ook, hè? Ja. Yes. Buitenlands voetbal, let's go. Real Madrid, Barcelona. Hey, is toch veel belangrijker dan dit? Nee, maar hou op, man. Nee? Nee. Okay. Natuurlijk niet eerder. Nee, echt niet. Serieus? Ja, man. Tom, echt ik denk... De Heraklion nieuw. Pek Zwolle. De Heraklion. Maar dat is wel een wedstrijd die nergens over gaat, toch? Wat? Heracles kan nog... Ja, naar Pek ook. Maar het is meer... Als je dan Go Eagles vecht voor zijn laatste kans. Dat bedoel ik. Nou, AZ Twente gaat... Maar NEC Excelsior is echt een kraker. Maar Heracles Pek, dat gaat gewoon om een rechtstreeks playoff plek. Eer ook, hè? Gaat wel om eer. Ook. De trots van Overijssel, hè? Ja. Vergis je niet. En maar... luister, Pek is nog helemaal niet zo veilig. Nee, zeker niet. Nee? Kunnen we even... Ja, ik heb een standje hier. Dan even terug naar het standje. Doe hem gewoon even uit je hoofd dan. Ik kan mijn zoetere beurs, lekker. Hier, Pek kan gewoon nog... Niet heel veel puntjes, hoor. 4.8, Sparta. 4 punten voor. Moeten we nog wel een paar winnen, hoor. 1. Eentje is goed. Eentje is veilig, ja. Hoop ik wel. Ron Jans moet wel door de voordeur naar buiten. Ja, weet ik niet. Nee. Wacht even. Wat is er mis met zijdeur? Zijdeur? Wat zijdeur? Wie? Wat is er mis met Ron Jans? Waarom zit hij altijd bij Studio Sport Champions League? Hè? Dat vind ik zo irritant, man. Hij heeft nog nooit Champions League gespeeld. Hij zit bij SBS, bedoel je? Wat? Ja, maar hij zit ook wel eens bij Studio Voetbal. Vroeger, toch? Ah ja, vroeger. Weet je, vroeger. Back in 6 maanden geleden, toen... Ja, nee, maar dat kan niet voor... Nee. Nee, maar Ron Jans is gewoon een soort vriendelijke... biologie... Leraar Duits. Ja, dat ja, is ja, die ook. Is die ook echt? Een super schattige pedo, vind ik hem. Ja, is lief. Dat is Ron Jans. Sorry, Ron Jans. Oké, wat zijn we? Maar dat is wel mooi. Over jij zei voor de eerste spelen. Heb je Erik ten Hag daarover gehoord? Nee. Dat het de komende wedstrijden, hè, dat er eigenlijk weinig voor hun te balen is. Mm. Zeiden ze, het is gewoon werk. Het gaat om geld. Ja, het gaat om winstpremies. Dat is ook, ik weet de exacte bedragen niet, maar ik begreep dat je als nummer 4 behoorlijk kan harken ten opzichte van de nummer 5. Dus dat, 20k, ja, toch? Het zal wel een paar ton gaan, toch? Twee columns. Ja. Lekker bezig, James. Geen A5. Ja, volgens mij was het nog wel iets meer dan 20k. Ja? Zeg maar. Dus dat sorry, dat maar zeker de 4 flesjes. Kut. Speelden ze niet naar in de kaart. Maar goed, laten we door. Nou, dat viel wel mee. Ja, nu kom je aan mij, hè? Ja, goed. Nog even terug naar het programma? Ja, graag.
Ja, ja het... Sparta-ADO. Ja, Utrecht-Roda is superleuk, maar het zijn wel echt daarna drie echt hele toffe wedstrijden. Sparta-ADO, ja. Vitesse-Feyenoord. Hadden jullie verwacht dat Groenendijk daar... Ik denk dat Rotterdam allebei niet wint. Enorm bospunten. Nee, man. Het enige wat je wel zag, dat er heel veel spelers op het moment dat Petrovic zaten, waren geblesseerd. Oh, ja. Echt cruciale spelers en die kwamen allemaal terug. Ja, Meijers, Malone, ja. Havenaar heeft... Ja. Ja, maar dan heb je dus nu drie, en voor mij nog wel meer, die gewoon echt cruciaal zijn voor zo'n ploeg. Wat is er? Ik zie achter jou, zie ik... De Bos. Een bal in de 96e minuut op de paal gaan. Bij de I-divisie. Ja. Nee, bij de, toen Peter Bos nog Vitesse trainer was. Maar goed, gaat Rotterdam punten pakken? Hoeveel? Ja. Ik hoop het drie. Echt dat Sparta erin blijft. Ik hoop het echt. Ja, hoop ik ook. Dus jij op drie punten Sparta? Je heeft niks met hopen te maken. Jij vraagt me hoeveel punten. Nee, maar en de Feyenoord niet dus? Ik denk dat Feyenoord wint. Oh, Feyenoord wint en Sparta niet. Dat denk ik, ja. Oké. Okay. Ja. Heb jij nog een mening over Feyenoord? Wil je daar nog wat over weten? Het gaat een beetje hartslag. Het gaat goed. Nee, leer dan. Jan, wij hebben hier een paar moeilijke weken meegemaakt met jou het humeur. Met je sloeg uit. Wij moesten vergaderen net na PEC. Ja. Dat ging niet helemaal goed. Nee. Begreep ik, ja. Was je boos? Ja, ik was... Maar ik kan je Vitesse... Feyenoord gaat gewoon winnen. Het gaat mis over twee weken. Ja, prima. Leerdam heeft gezegd, ik ben een Feyenoorder, ik geef Feyenoord de titel. Maar ja, weet je, je hebt ook een sportieve plicht. Maar als je dat al zegt... Leerdam, Feyenoord wordt geen kampioen meer? Ik denk dat Ajax kampioen wordt. Okay. Maar jij dacht toch dat PSV kampioen wordt? Ja, maar dat kwam door Nee, maar kijk, dat... Oh, man. Ik heb me echt laten, inpalmen door deze Tjomstra. Wat je voor het seizoen roept, dat, ja. Maakt nu niet meer uit. Nee. Kunnen we doorzetten? Nee, joh, ik ben vergeten hoe ik het hier terug zei. Alles wat analisten roepen maakt geen ene reet uit. Zo is alleen maar... Maar Vitesse denk ik ook niet. Nee. Alleen, dat wordt dus... Oké, ik wil even jullie mening weten. Over twee weken, dat is pas over twee weken, maar even hierover. De keeper van Excelsior staat onder contract bij Feyenoord. Ja. Deelt mee in de premies. Je hebt het uitgezocht nu? Nee, maar ik neem het aan. Je hebt nu drie keer gezegd, ik ga het uitzoeken, maar je hebt het nog niet gedaan. Ja, wat moet ik zeggen? Iemand opbellen? Ja, jij ging dat doen. Zo, Jeroen Pauw hier. Nee, check het even. Dit is iemand die de Volkskrant leest, hè? Ja. Die wel feiten gecheckt hebben. White privilege, hij heeft geld voor een Volkskrant, heb ik niet. Maar oké, laten we zeggen, hij deelt mee in de winstpremie, prima. Ik moet gewoon een parool van een paar weken geleden lezen. In ieder geval, hij krijgt zijn geld uit Rotterdam Zuid. Ja, leven met zo'n kleurtje. Kom aan. Als ik een wedstrijd zie van Excelsior Feyenoord en Feyenoord scoort, dan zie ik de helft van het Excelsior publiek ook opspringen en juichen. Maar wat zouden jullie doen? Dus hij staat, nou één ding is zeker, hij staat onder contract. Het is voor zijn toekomst, denk ik, ook wel cruciaal. Ja. Ja, we kunnen het ook nog over Warnhaan vinden, want ik vind hem niet per se heel erg goed keeper. Nee? Dat kan ook gewoon zijn dat hij niet zo goed kan keepen. Nee, wel. Ik vind het een hele goede keeper. Ja, maar, net zo goed als Jones. Misschien in potentie. Wel beter zelfs, denk ik. Ja. Ja. Maar goed, dat terzijde. Fred Jones is niet wat heel moet goed. Wat moet je doen? Moet je hem opstellen? Moet je hem opstellen als vierde keeper van Liverpool? Ik zou toch vertrouwen op zijn professionaliteit. Hier spreekt het moreel kompas. Maar inderdaad, wat je net zei over Erik ten Hag, het is gewoon werk. En dus doe je je best voor de club waar je... Uiteindelijk loop je na de wedstrijd onder de contract staat van Excelsior in, hoor. En niet de kleedkamer van Feyenoord. Dus als jij Excelsior... Maar dus remember jouw grote vriend Casey Luijks, hè? Ja, maar daarom. Dat wil ik die gewoon AZ... Stijn Schaars had hem bijna onthoofd na afloop. Dat vind ik echt gênant van Stijn Schaars. Maar dat vind ik nog wel iets anders, hè? Een middenvelder is minder cruciaal dan een keeper. Een keeper komt in zoveel cruciale momenten... Ja, maar een middenvelder, die kan wel... Ja, die kan een keer scoren of een keer op doel schieten. Maar een middenvelder kan makkelijk een keer zijn man laten lopen dan een keeper. Nee, maar dat bedoel ik. De keeper, als de keeper dus, als hij dus, stel hij doet een keer iets raars, een terugspeelballetje, of hij gaat niet volledig naar de hoek, ja, dan... Nee, maar het was in jouw onvolprezen podcast kwam het voorbij. Dank je. Met Marky Mark, die zei, zei het, weet niet meer. Stel Excelsior, of Feyenoord krijgt een penalty. Ja. Het staat 90ste minuut. 90ste minuut. Haan staat op doel. Wat moet hij doen? Denk je dat hij dan... Neem de penalty. Dat is het is tegen hem, hè? Ik denk dat je... Fuck it, doe gewoon doen. Maar je kan het Haan toch niet maar één keer. YOLO. Ja, die man komt met zo'n lastig dilemma. Maar jongens, even serieus. Hij is verhuurd daarheen. En toen wisten we toch allemaal dat deze situatie maar dat is iets anders. Want dan weet je niet dat het uiteindelijk deze... zo cruciaal wordt in deze wedstrijd. Kijk, ik ben ook meer voor, wat voor mij zijn markt had... gewoon de Engelse regel invoeren. Ja. Dat je niet mag spelen tegen... tegen club. Jan Vertonghen scoorde ooit tegen Ajax, toch ook met RKC? Dat heeft ook de titel gekost. Ja. Zeker. Maar dus er zijn wel voorbeelden. Verdonk na PEC, dat hij ook zei, ja, ik vond het toch allemaal wel lastig. Niet daar Verdonk? Wat? Ja. Haar neefje, Kelvin. Oh, wow. Maar zijn neefjes, wist ik niet.
Nee, maar dat was echt gênant. Ik denk als Kelvin Verdonk dat ooit nog terugziet, die wedstrijd, hoe hij tegen Berghuis speelde. Ja, maar het gebeurt laten wel. Laten we nou geen hetsen beginnen tegen dat soort jongens. Die... Nee, maar het gaat, nee, maar het gaat meer over, dit hele punt. Nee, ja. Niel. Ja, toch? Niet zo van, man. Huurhater ben je gewoon, een huurhater. Nee, maar ik ben... Ja, denk je dat ze dat in Nederland gaan invoeren? Nee, maar het helpt wel een jongens als Verdonk, Warne Haan en dat soort dingen. Oren. Die gewoon volgend jaar daar allemaal in de kleedkamer zitten. Ja. Van der Hart was toch ook de hele discussie die toen tegen Ajax over die bal heen. Ja. Hebben sommige mensen ook een mening over, denk ik. Zulke dingen gebeuren toch gewoon in het voetbal. Ja, moet je gewoon een grote jongen zijn en je best doen voor. Laat ik het zo zeggen, als Feyenoord geen kampioen wordt, overleeft de stad dat dan, denk je? Jij werkt met een ras. Het maakt niet echt geen fuck uit of Feyenoord kampioen wordt of geen kampioen wordt. De stad gaat gewoon kapot. Maar hoort er ook bij, toch? Ja. Ik zou een beetje... Nee, maar ik zou serieus als Feyenoord kampioen wordt... en de hooligans laten de stad heel, ben ik teleurgesteld. Hoort er gewoon bij. Is gewoon ben je dan stukje, eigenlijk wel echt kampioen geworden? Stukje, nou, precies. Als de Euromast nog staat. Ja. Het is gewoon een stukje Nederlandse cultuur. En ik neem het ze ook niet kwalijk. Als je één keer in de 15 jaar een feestje hebt, dan moet je hem ook goed vieren. Weet je wat ik bizar vind? Dat je daar op de Coolsingel heb je die totaal glazen McDonald's. En dan denk je, als er nou één plek is in Nederland. Hey, maar ho. Die niet neer zou zetten. Als er nou één beroepsgroep is die respect heeft voor de McDonald's, dan zijn het wel hooligans, toch? Je wil dan nog een beetje lekker kunnen eten. Weet je hoeveel hongerklop je krijgt als je stenen door het stadhuis smijt? Stenen in je maag. Dus zegt iemand, dat was ik trouwens helemaal vergeten, Warne Haan, ja. Waar die opgegroeid is. In welke jeugdopleiding? Ajax, toch? Ja. Ja. Maar... Oeh, dubbele... Nee, weet je, hij keept gewoon die 90 minuten keept hij voor Excelsior. En iedereen zou het begrijpen als hij heel hard zijn best doet voor Excelsior. Want ik zei, hij loopt daarna niet de kleedkamer van Feyenoord maar in. Los van Excelsior. Kijk, als ik morgen tegen mijn favoriete club moet voetballen... Dat is Feyenoord? Kapot, man. Dan wil je toch gewoon winnen? I don't give a shit. Ik wil toch zelf winnen? Ja. Jan. Ik kom terug, hè. Zij betalen jouw salaris. Is dat Feyenoord of Utrecht? Weet ik niet, maar daar moeten we niet te veel over hebben. Oh, mag ik denk Feyenoord. Dat is Utrecht, dat weet hij allemaal. Maar gisteren staan juichen voor dat Ajax, dat wil je niet weten. Maar Haan komt er terug. Er zijn beelden van, ja. Haan komt terug volgend jaar. Die zit met al die gasten in de kleedkamer. Ja, dat zeg ik. Maar Elvis Manu dan, die werd gewisseld een paar jaar geleden, want dat toch? Ging ook niet helemaal goed. Na een half uur werd hij toch door... Bij Cambuur. Maar we konden wel zeggen dat dat niet helemaal alleen aan Elvis Manu lag, toch? Het werd 18-0. Jullie weten zoveel details over wedstrijden van 100 jaar geleden. Ik word echt een beetje het was drie van. Weken terug en ik was erbij. Nee, mag het was daarvoor. Nee. Cambuur. Oh, Cambuur. Ja. Hey, wie gaan de NBA playoffs winnen? De NBA playoffs. Ik denk dat de finals worden de Wizards tegen de Warriors. Twee W's. Wizard Warriors. Waarom denk je dat? Ja, omdat dat gewoon op dit moment in beide conferenties de beste... De Wizards ook, die waren ook jarenlang helemaal... John Wall? John Wall! Ja, maar die heeft zich... Wat intelligent. Die hebben zich goed ontwikkeld en dit jaar klikte het. Geen blessures, gewoon... Het klikte, dat vind, ja, ik, dat vind ik altijd dat vind ik het mooiste. Toch leuk, maar Wizards het bestaat wel. Ja, Wizards zijn, ja, wat zou je kunnen zeggen, het Willem II van de NBA. Ja, maar dat bestaat er überhaupt niet in. Tricolore. Want ik checkte toen de playoffs... Na de laatste regular game, ik pakte de ranglijst en ik heb al twee jaar geen NBA meer gezien. Ik denk, Miami? Weet je wel, de laatste keer dat die dat ik checkte, weet je wel, waar die helemaal het einde. Ja, zie ik ook in één keer Dallas haalt het ook niet. Denk ja, what the fuck man. Maar ja. Nee, maar zeg ik bedoel Charlotte Hornets was mijn team, man. Every dog has its day. Dat is steeds oké. Okay. Ja, maar dat komt door die draft, hè. Dat vind ik op zich wel een interessant instituut. Dat je Larry Johnson, Muggsy Bogues. Ja, ik heb nog een shirt van. Sean Kemp, dat was Alonso wel mijn... Oh, maar de Supersonics. Ja, vet, Sean Kemp en... hoe heet die? De Supersonics, die ken ik niet eens. Gary Payton? Dat is tegenwoordig de Oklahoma City Thunder. Oh, de OKC Thunder, zoals Max Smeet zegt. Die naam is echt kut. De Raptors. Ja, Toronto Raptors is het, hè? What's up, Drake? Daar nog prik in, die voor jou. Waar is het prik in? Ja, maar dat is gewoon mijn glas. Nee. Die fles. Oké, jongens. Real Madrid, Barcelona. Wie gaat winnen? Nee, we gaan even... Twee! Shit! Ik of de NBA-versie van Willem II. Liverpool, Crystal Palace. Weet je, dat soort wedstrijden. Nee, maar ik wil het best wel over Classico hebben. Let's go, Jean-Paul. Ik denk dat Real Madrid gaat winnen. Ik ook. Dat hoop ik ook. Hoop je dat ook? Ja, echt. Van waar die voorkeur? Ik heb zo'n hekel aan Barcelona, jongen. Ja, ik heb er ook niet veel mee. Man. Die Busquets en dat gejank en al dat scheidsrechter... Mooi voetbal, kutsponsor, UNICEF, Qatar Airways, ja, Nederlands stadion, veel te klein.
hele sokken. Nee, Real Madrid daarentegen. Real Madrid daarentegen is het toonbeeld van fatsoen. Precies. Als club van Franco. Weet je, ja. Beckham, Zidane. Ja, Zidane is natuurlijk wel. Jero, Butragueño. Maar herinner me even, hoeveel staan ze uit elkaar? Wie? 3 punten en Real Madrid heeft 1 wedstrijd meer. Ah, oké. Okay, ja, dat is wel verschil. Wie speelt er thuis? Real Madrid. Nou, hoop ik dat Madrid wint. Ik vind het mooi als thuisploeg winnen. Belangrijke wedstrijd. Ja, ik heb dat juist precies andersom. Ik vind dat heerlijk als een ploeg lekker... Het stil stadion is niet zo mooi, hoor. Ik vond gisteren schitterend. Real heeft een wedstrijd minder, ja, dat is waar, toch? Ja. Die moeten nog uit naar Celta. Celta de Vigo. Toevallig. Dus als Real wint, is het klaar. Ja. Dan is het klaar, ja. Klaar, ja. Maar wat is de reden eigenlijk dat het nu niet meer ontspoort? Mourinho. Ja, is dat de enige reden? Nou, niet de enige, maar Mourinho die zette gewoon Pepe op 6 en dan zei hij, doe je dingen, raak maar wat je raken kan. Ja, dat was doorgaans wel een goed ingrediënt voor een goede knokpartij. Is dat laatste, van de week, dat incident weer, dat was voor mij om de Spaanse Supercup, met die aanslag van Marcelo op Fabregas. En dat, Bram. En dat Mourinho FD zo bij Villanova. Ja, rustzacht. Ja. Ja, dat is een mooie vechtpartij. Iedereen kwam op echt, de avond. Maar iedereen had ook zin, hè? Özil werd gek. Özil was geen over. Iedereen werd gek en dat was wel tof, ja. Mooi, dat en dat, inderdaad, wat Niels zegt, dat ging om de motherfucking Supercup. Als Zidane de titel, de Champions League prolongeert en nu de titel, dan is hij toch wel echt de beste trainer. Ja, maar kijk, dan kom je wel hetzelfde als met Guardiola. Kijk, Guardiola heeft het fantastisch gedaan bij Barca, fantastisch gedaan bij Bayern. Nu bij City doet hij het minder. Maar hoe zou hij het met Willem II doen? Ja. Kijk, dat... Guardiola. Ja, ik denk gewoon met Frans Sol, weet je wel? Dat is goed. Maar wat Zidane ook wint nog dit jaar? De Frank titel, de Moerse nog steeds? Heeft hij die ook nog niet? Nee, die is weg. Die is weg, man. Die is echt weg. Jordi heeft er gezeten, ja. Nee, maar inderdaad, ja. Kijk, dan moet hij toch gewoon gaan golven met Van Basten. Je kan daarna toch nooit meer ook maar iets doen om dit te toppen? Nee, dat was het ook. Want toen hij begon als trainer, zou hij eerst bij Marseille beginnen. Maar toen zeiden mensen, dat is een veel te moeilijke club. Nou, het werd het Real Madrid. Het is gelukkig niet zo'n moeilijke club. Maar dan heb je wel iets meer kwaliteit. Hij staat ook zo mooi langs de lijn. Ja. Zidane is echt een mooie man. No homo, maar Zidane is een mooie man. Hij heeft een mooie jas en staat hij zijn handen in zijn zakken. Bam, bam, bam. Gracieus. Wat een goede trainer. Hey, ik praat tegen je vriendin. Ja, ik zit te communiceren met hem over zijn vriendin. Nee, Zidane is wel echt een grootheid, man. Oh. Echt. Ik vond ik ook kan echt huilen als ik die kopstoot zie. Hij kan een coachen. Ja, dat zou nog kunnen, maar zie ik niet gebeuren voorlopig. Of misschien het Nederlands elftal. Dat zou... Nou, bruggetje. Hey! Go. Blanco, toch? Ja. Blanco wordt de nieuwe bondscoach. Nee. Je hebt toch zijn vraag. Nou, Lama. Dit is echt een goede aflevering weer. Ja. Jezus. Ten Kate en Gullit. Ja, en dan daarnaast Roger Schmid. Gullit. Nee, die heeft afgezegd, toch? Ja, maar dat was eerst het idee, toch? Ja, want het gekke is, dus Hans van Breukelen heeft dus gezegd... we gaan eerst een profielschets maken tegen onze Gerard, heeft hij dat gezegd op de persconferentie. Gerard, ja. Gerard. En toen zei hij, eerst een profielschets. Jean-Paul Descoseaux, die heeft dat gezegd, in opdracht van Hans van Breukelen. Er komt eerst een profielschets en dan gaan we op zoek. En we hebben de tijd, want pas in juni hoeven we... En nu moet er opeens een haast gemaakt worden. Omdat Kees Jansma dat nieuws heeft gedropt. Afgelopen zondag bij de tafel van Kees. Mm-hmm. En wat is het budget van de KVB voor een coach? Wat ze nu ongeveer betalen is tussen de... Voor mij aan mijn hoofd tussen 6 ton en 1 miljoen. Dus zeg maar 8 columns van... 4 columns. 8 columns van... Maar zou je het in een ruil doen voor 4? Dat hij ook niet mag. Okay, maar even, welke coaches vallen dan af vanwege te duur? Zijn er coaches in de wereld die te duur zijn voor de KNVB? Ja. Fabio Capello? Het heeft meer mee te maken... Sven-Göran Eriksson. Gaan ze ervoor open? Kijk, want heel veel coaches die sowieso meerdere miljoenen verdienen of hebben verdiend... die hebben het geld niet meer nodig. Nee. Dus weet je, een dik advocaat die nu als optie wordt genoemd of zo... Ja, die doet het ook wel voor 500.000. Bij wijze van spreken. Als de KNVB zegt... Zullen we het dik advocaat niet doen dan? Nee, maar die wordt nu wel genoemd. Dus het, in die zin gaat het meer over wie wil het doen. Ja, maar dit instapmoment is toch... Ja, het is echt compleet verkeerd. Ja. Je zou het misschien nog kunnen halen, maar ja, dat is al heel erg moeilijk. Ja, kijk naar je selectie. Dus je moet dan een trainer hebben die zegt, oké, ik vind het prima. Tussentraining. Tot en met het WK stellen we eigenlijk niks voor. En daarna kan ik eens gaan bouwen aan een nieuw. Dus die moet dan ook echt zeggen van... Luister, hoor niet? Nee. Nou, heel goed. Ik ga er voor 4 of 6 jaar in zitten. Zonder dat er daarvoor iets gebeurt wat echt belangrijk is. Ja, het enige probleem is, want ik ben het helemaal met je eens... is dat je eigenlijk moet gaan kijken naar 2020. Alleen in de voetbalwereld waar we nu leven... Ja, als jij zeg maar, nu 4 keer verliest zeg maar, richting het WK... wat je toch eigenlijk niet gedaan. Houdbaar. Komt er zoveel druk over van bepaalde kranten uit Amsterdam... niet die van jou, dat... ja. De Groene Amsterdammer altijd. NRC? De Echo?
Ja, en daarom zou ik het ook zo zuur vinden als, bijvoorbeeld, als er dan zo'n Seedorf daar wordt geparkeerd, weet je, en die echt met alle goede bedoelingen daar zit. En maar iedereen die nu instapt, snapt dat ook. Ja. Met alle beste bedoelingen van, oké, je krijgt de tijd, we gaan bouwen en dat soort dingen. Zo werkt het gewoon niet. Ja. Nee. Nee. Dus, wie moeten we aanstellen, Matthijs? Dat weet ik veel. Dat weet je. Ja, weet dat. Ja, nou, ik zou... Rick Smits. Rick Smits. Rick Popovich. Tom Boot. Maar... Tom Boot. Zijn wel goede columns. Tom Boot. En voor het helft van het geld van de man hier naast me. Ja, maar die is duur, joh. 6.000 euro. Yes. Mensen vragen trouwens of je dronken bent. Hey, wie? Hè? Zo'n boot. Nee, ik kan met geen enkele buitenlandse bondscoach tof vinden. Ik zou, wat ik tof zou vinden, is gewoon een. Je ziet in mijn referentiekader NBA. En wat er dan in de top van het voetbal gebeurt, zie je toch een hoop jonge coaches opkomen. En jong als in 30, 40. Met nieuwe ideeën, dat soort dingen. Waarom pak je die gok niet een keer? Want het eerste ongeveer wat Jean-Paul Deuker zo zei, is iemand die ervaring heeft, die het aanzien heeft van de spelersgroep. Dat is ongeveer het eerste wat hij zei. Dus maar, dan, ja. Daarom vind ik zeg maar, de combinatie Tenkate Gullit best wel gek. Zeg maar, Gullit met inderdaad zo'n jonge, frisse, of dat lijkt me prima. Ja. Maar twee van dat soort mannen, ja. Neem een gok, weet je wel. Je hebt ook de KNVB heeft niks te verliezen, toch? En hoe lang geleden is het dat Tenkate op niveau heeft getraind? Ja. Hoe lang zit hij al in de zandbak? De laatste keer dat hij in Nederland getraind was in Sparta, toch? Nee. Dat half jaar. Weet ik niet. Dat hij instapte pro deo. En dat al die camera's uit die kleedkamer moesten. Oh ja. Hey, dat toen, maar die op zich een punt had. Nou, op zich wel. Ja, en zo iemand als Philippe Cocu, echt wel de grond wordt heet onder zijn voeten. Ja, maar ik denk dat wat Jan zegt, het probleem is gewoon dat die jonge trainers, net zoals een Frank de Boer of zo. Ja, Frank de Boer sowieso, die kan nu niet nog een misstap... sorry. Oh, nee, bij Inter. Dat is pijnlijk. Nog een misstap begaan. Maar die gaat ook niet 4 jaar wachten voordat er weer om de prijzen gevoetbald kan worden. Want die denkt dan ook, ja, in die 4 jaar had ik ook of mijn zakken kunnen vullen of een mooie club kunnen trainen. Of beide. Dat is mijn combi. Ja. We krijgen er trouwens steeds minder opties nu, hè? Nu hoe lang we erover zitten te praten. En dan heb je dus inderdaad zo'n advocaat die al op zijn paard richting de zonsondergang zit. Weet je, voor hem maakt het eigenlijk geen fuck meer uit. Of is dat een optie dat je iemand voor 5 wedstrijden aanstelt? Een advocaat. Precies, een interim. Ja. Dat en dat je dan gaat bouwen. Fatih interim, dat zei hij niet toch? De vorige keer, zei jij dat? Nee, ik denk Jordi. Fatih interim, wat een slechte. Ik zeg mooi niks. Jij was het! Ja, jij was het! Ja. Maar je staat gewoon kijken ook, hè? Allemaal op vrijdag. Maar is dat dan de beste optie? Gewoon ja, ik denk het wel. Want je hebt er natuurlijk ook nog zo'n... zoals Van Gaal, die natuurlijk dat dan wel... Dat was een WK, dus een veel groter podium. Veel groter schijnwerper. Maar die had hem wel... Die heeft daar nog Manchester United aan overgehaald, weet je. Dus als je die 5 wedstrijden goed doet... Ja, dan krijg je misschien nog een heel mooi toetje ergens. Swansea City. De remontada. De remontada van Nederland. Dat is echt het mooiste wat er is, hè? Ja, meen je dat? Nou, dat merken we niet bij jou. Maar oké, dus advocaat. Ik vind het wel charismatisch, echt een treurloze... Ben ik niet mee eens. Ja? Nee, hoe hij vorig jaar, hoe hij als assistent... Feyenoord? Nee, maar vorig jaar toen instapte bij Oranje. In Portugal, hoe hij het hele trainingskamp heeft geleid... van de mensen die... Freek Jansen was daar bijvoorbeeld. Hij zei, wat er bij Nederland zelf te gebeuren... dat hebben we gewoon niet eerder gezien onder Hiddink en onder Blind. Want in plaats van dat mensen gewoon relaxed partijtje delen... advocaat nam een team bij zich, speelde met 3 partijen tegen elkaar. En advocaat zorgde gewoon dat het mes scherp was. Iedereen zat er bovenop. Allemaal geblesseerd daarna. Ik denk dat je met X-Gen en dat soort dingen niet bij Ome Dikkie hoeft aan te komen. Maar het is wel zo, ik weet niet of jij kent Feyenoord beter, maar ik heb wel het idee dat sinds hij toen even langs is gefietst om Gio wat dingen toe te fluisteren, is het allemaal echt extreem crescendo gegaan. Ja, waar? Dus ik denk dat, zeker als je er nog misschien nog een jong iemand naast zet, die niet de besmet wordt met als we dat WK niet Fred Grim. Een Fred Grim. Een Kiki Moussampa. Nee, maar dan heb je inderdaad... Dat is helemaal een goede combi. Ik vind het gewoon een beetje van... Ja, oké, we weten het niet. Nou, dan bellen we Dick wel weer. Ja, makkelijk. Ik snap het wel, want je moet nu iets hebben... plan. Nee, ja, maar... Kijk, hij heeft de KVB niet. Nee, precies. Dat deed net ook zo tegen mij. Maar misschien moeten we dan gewoon Dries Roefink bellen... van we weten het niet meer, weet je wel. Bel Dries Roefink. Seedorf en... Seedorf, punt. Seedorf, punt. Oh, dat lijkt me echt fantastisch. Maar op basis van wat? Seedorf. Ja, die man heeft er zo'n emmer stront over zich heen gekregen. Op basis van, Seedorf. Ik zou er geen zin in hebben als ik Seedorf was. Lekker man, gewoon Seedorf. Maar kiezen we dus of voor een goede trainer of voor een goed standbeeld?
voor nu maakt het denk ik niet uit. Want je gaat het WK toch niet halen. Nee. Maar hoezo ben je daar zo zeker van? Kijk, je gaat 4 van de 5 kan je gewoon winnen. In Frankrijk, dat mag je godswonder als je daar een punt pakt. En ze spelen nog tegen Zweden. Zweden krijg je nog thuis. Bulgarije krijg wij je nog thuis. Wij pakken geen punt bij Frankrijk, hoor. Echt niet. Nee, maar dat zeg ik. Dus ja. Je 4 van de 5. Dus je pakt nog 12 punten. Nee. Ja, dan moet je nog die rekensom maken met beste en slechtste. Ja, inderdaad. Nee, maar... Maar het is, laat ik het zo zeggen, hoe slecht we het ook hebben gedaan... het is niet heel raar om te denken dat je nog 12 punten pakt. Nee, oké, eens. Toch? Nee, maar dan moet er ook binnen die spelersgroep wel echt een herstart komen. Nieuwe, remontada. Esprit de corps. Maar moet je dan... de kwestie van herhaling gaat nu ook op voor Jean-Paul. Is dat Jansen? Ik blijf gewoon zeggen remontada. Ongeacht, tot iemand reageert, toch? Nee, maar ik jij. Nee, maar dat is veel interessanter. Ga je dus iemand aanstellen voor korte periode... en die met deze spelersgroep verder gaat? Of maak je echt een fris start en zeg je... oké, 18, super tof als we het nog halen. Maar we richten ons op 2020. Dus dat betekent dat je afscheid gaat nemen van spelers. Ja, dat zou ik doen. Jonkies te selecteren. Ja, dus, maar dat is dan heel lullig voor mensen als Sneijder. Robben. Die over 3 jaar niet meer bij zijn. Ah, Sneijder was heel boos tegen Italië. Er waren afspraken met Danny Blind. Dat ja, maar Danny Blind was het toch niet? Als je hem naar Vuid laat praten. Dat hij gewoon onder Danny Blind zijn record international schap zou behalen. Zeg maar voor de zomer nog. En toen was daar een nieuwe bondscoach. En ik denk, ja, schijt dan, ik breng hem er niet in. Daar kwam dat hele gebaar over. Hoe noem je dat? Ja, Rob heeft daarover bemiddeld, toch? Ja. Op de bank. Nou ja, maar daarom was hij ook zo kwaad. Wilde de pers niet de woordstander aflopen. Zo. Dus, dat liep daar even spaak. Sneijder. Ah, ja. Ja, maar... Dat was trouwens een rare afspraak. Dat je iemand van tevoren al zegt... Oké, jij wordt record in de shop. Op Sneijder. Nee, het gaat om Snidda, hè? Snidda. Dus... Straat. Ja, en raak geblesseerd en speelt de komende maanden bij Gala bijna geen wedstrijd, maar dan roep je hem toch op dat hij maar record international wordt. Maar stel hij voetbalt, ik weet niet, wij waren niet bij die afspraak. Nee. Jij niet, ik was er hoor. Ja, dat was precies deze morgen de column in het Parool. Lekker dunner gegeten, heerlijk. Maar je moet ook, ik denk ook dat je in Nederland gewoon wat meer respect moet hebben voor mensen als Sneijder en als Seedorf. Oh. Ja. En je hem ook moet gunnen om de record international te worden. Bij Seedorf zijn we inmiddels wel een beetje laat om hem nu... om nu ineens te gaan zeggen van... Hey, hij kon wel wat, weet je wel. Ja, die man heeft verdomme 88 Champions League gewonnen in zijn eentje. Ja, yep. Mooi. Die weet wel hoe het balletje moet rollen. Zo is dat. Die ballen. Als bondscoach. Ja, want die gaat zo lekker bij NEC. Rechts en links en rechts. Nee, laten we dat... Ja. Nee. Nee. Nee, maar het is wel inderdaad... Het is echt een moeilijke job, hoor. Het is echt een moeilijke job. Nu, op dit moment. Ja. Ja. Er is een Feyenoorder voor nodig om aan het Ajax voetballen te krijgen. Dus misschien is er ook wel een buitenlander voor nodig om in Nederland weer in Nederland te laten voetballen. Ja. Ja, maar wie? Wat zei je, sorry? Ja, nee, geeft niks presentator. Dat je echt... Claudio Ranieri? Nederland Claudio, is echt een situatie dat je het echt, dat het echt even allemaal niet meer weten, weet je wel. En dan moet je echt wel vaak een buitenstaander hebben om daar gewoon... Misschien moeten we gewoon een sabbatical pakken. Maar maar niet meer opkomen dagen. 2-0 verlies pakken, administratief. Telstar sturen. Jürgen Klinsmann, jongens. Jürgen Klinsmann. Ja, je hebt daar de grootste Klinsmann-fan zitten. Ja. Maar precies om wat je net zegt, dat je iemand een buitenstaander binnen goed, juist. Dus gewoon die gewoon andere manier van denken binnenbrengt. Ja. En ik ben nu bezig aan het boek wat overgaat over zijn periode in 2006. En wat Leu ook laatst weer heeft geroepen, weet je. Ja, super. En we hebben het allemaal... Leu is het tactisch brein en zo. Maar, het, zeg maar de restart en de andere manier van denken en hoe je met een groep omgaat, dat is onder hem begonnen. Ja, zo'n gast komt dan binnen en zegt, ja, maar Sneijder... Dat is gewoon facts. Dit verhaal... Echt niet woke, jij. Dit hebben we al regelmatig gehoord. Ik sta hier juist bekend als het meest woke. Woke. Ja, dag. Maar, vuur emoji. Maar we hebben dit, Chapal en ik hadden even een onderrondje. We hebben dit denk ik al een keer of 8 aangehoord. Wat het niet een minder goed verhaal maakt, maar dat vonden we even grappig. Ja, ik vind het zo van, ik ben wel benieuwd van een buitenstaander, maar waarom dan Jürgen Klinsmann? Daar ben ik niet zo van overtuigd. Ja, dan kan je net zo fucking Victor Brandt bellen of zo, weet je wel. Hoezo dan? Hij heeft toch precies dezelfde situatie met Duitsland meegemaakt? Ja, maar hier hebben we het al heel vaak over gehad, Niel. Nee, ik ben niet zo onder de indruk van wat hij heeft gedaan met Duitsland. En wat hij onder de indruk heeft gedaan met... Blanco. Wat heeft hij niet goed gedaan met Duitsland volgens jou? Nou, luister, de prestaties zijn gewoon 1,5 jaar kut geweest. En uiteindelijk hebben ze op het WK, waar ze inderdaad naartoe werkten, is het redelijk gegaan. Ja, redelijk gegaan? Niels, 11 jaar geleden.
Maar je zegt dat hij dat niet goed heeft gedaan. Deze discussie al duizend keer. Maar je geeft elke keer aan. Ja, ik vind Jurgen Klinsmann vind ik niet goed. En ja, ik ben niet zo onder indruk van hem. Hij heeft Bayern geen kampioen gemaakt. Weet je wel hoe moeilijk het is om Bayern geen kampioen te maken? Duitsland, hè? Want dit zijn nu randzaken. Maar als we het over Duitsland hebben. Nee, ook niet. Als we het over Duitsland hebben, wat heeft hij niet goed gedaan? Zeg maar, als je de mensen hoort die destijds daar gewerkt hebben, die echt met hem weglopen. Ja. De basis die hij heeft gelegd en de hele manier van denken heeft veranderd. Dan ben ik benieuwd wat jij dan vindt dat hij dan niet goed heeft gedaan in die tijd. Teambuilding. Nou ja, ik heb het net gezegd over die prestaties, weet je. Maar goed, laten we het proberen nieuw. Nee, ja. Verdomme, ik heb je nu al 1000 keer uitgelegd dat ik het daar niet mee eens ben. Een soort 8-jarige relatie hebben. Ja. Ja, maar laten we het dan maar gewoon proberen. Ik zou het toch zeggen. Ja, maar dat zijn wel dingen die natuurlijk aan het eind van ik beoordeel hem puur op zijn prestaties. Kijk, ik was er niet bij in die tijd. Ik ben ook niet aan een boek bezig, dus dat weet ik allemaal niet. Maar heel simpel, ik geloof niet in dat Jurgen Klinsmann de allerbeste opties voor het Nederlands elftal. Ben je met een boek bezig, Niel? Ja, ik ben met een boek bezig. Nice! Top 100 YouTube. Hij ligt hier trouwens. Maar Klinsmann is wel voorhanden. Voor 5 wedstrijden. Voorhanden. Voorhanden. Ik weet niet of hij komt voor 6 ton. Jawel, zeker wel. Ja, als hij de rest van het jaar in zijn vakantiehuis in Klinsmann en Van Breukelen aan een tafel, dat wil ik zien. Nee, maar Klinsmann en Seedorf samen. Ja, die Van Breukelen maar middelvingers opsteken. Nee, Duitser, weet je wel. Dat dit doen. Of nog immer, dat doe fucking sterfst. Nee, maar Klinsmann en Ten Hag en dan gewoon in Duits de groep toespreken. Nee, maar die coachcarousel moet weer even op gang komen. Nee, maar dat is niet dat er geen trainers voorhanden zijn, hè? Ja. Die spelers zijn ook gewoon best een beetje kut, hè? hoe de fuck gaat een trainer? Ja, oké. Okay. Jij bent de best goed. Ja, hoppa. Niemand is goed. Ja, behalve Robben en Strootman en Klaassen. Wijnaldum. Een grote vriend. En Stekelenburg. Never. Hoi! Sorry, Stekelenburg. Wie? Wijnaldum is een goede voetballer. Super degelijk. Alleen in thuiswedstrijden. Laat daarvoor. Hoe is het met Liverpool? Derde. Ben je blij met Klopp? Soms wel en soms niet. Vaker niet dan wel. Vorig jaar leefde hij nog toen naar finale, hè, rond deze tijd. Tegen Sevilla. Ja, maar Klopp heeft het 3-1 verloren. Klopp heeft het wel echt. Die penalty is niet gekregen ook. Het gaat weer over Liverpool. Ze proberen weer dingen. En ze maken weer eens vette goals. En ja, maar James Milner staat linksback. Ja. Simon Mignolet staat in de goal. En Lucas centraal achterin. Ja. Ja, Mignolet, hoeveel punten heeft dat gekost, jongen? Ja, 36. Oh. 36. Hoeveel columns? Sielissen nog wel naar... 12. Sielissen? Nee, neffe, die wil ik niet. Haan, die wil ik trouwens. Gaat niet door. Hoe heet die? Warner Haan? Nou, die komt met de opleiding bij Everton, hè? Dus je weet nooit hoe het loopt. Ah, nee. Nee, maar ja, goede vraag, Neil. Dank je. Neil is ook een beetje uitgecheckt, heb ik het idee. Nee, ik ben benieuwd hoe hij de toekomst ziet van Liverpool. Spits kopen. Wie? KZ. Ja, hoppakee. En een laatste man. Even kijken dan, want wij hebben nu, hoe heet die ene gast? Eli Blind is waarschijnlijk ook. Nee, die wil ik ook niet. Ja, want wij hebben Ragnar Klavan, what the fuck is dat? Echt ongelooflijk. Jezus, dat is een soort... Was een stand-in bij AZ, hè? Ja, maar dat is een soort... Die Klavan natuurlijk. Even serieus, man. Van die gaat zo slecht, maar hij is gewoon een soort... Blinde Sami Hyypiä. En dat is best knap. Dat is echt heel knap. Want Sami Hyypiä was traag en hij was Fins en hij kon niet lezen. Maar hij was een goede verdediger. Maar Ragnar Klavan is echt een drama, man. Jezus, wie is dat? Waar komt hij vandaan? Letland? Waar ligt Letland? Wat is de hoofdstad van Letland, Neil? Riga. Hoppakee, jij scherp. Sinds wanneer heet jij, Neil? Er wordt veel gebasketbald. Basketballand, hè. Dat is Litouwen, die docu, toch? Die Other Dream Team. Ja, klopt, ja. Zo, fantastisch docu. Maar, Spits. Okay. Spits, wie? Lacazette of Kramer. Nee, maar welke? Nee, laten we hopen niet Lacazette. Voor hem niet. Ja. Wat niet? Hij kan zo mooi stadion, goede sfeer. Ze zingen altijd You Never Walk Alone. Never, dat weet jij ook. Veel kutwedstrijden na. Lekker. Rondom, man. Nee, hij moet lekker naar een andere club. Lekker Dortmund of Atletico Madrid. Ja, Dortmund, daar gaat hij. En wie moet zo snel... Hoe heet hij in de spits uit Togo? Met wie moet ze... Gabon. Gabon. Maar gewoon Arte Frankrijk wegsturen. Wie moet zo snel mogelijk wegsturen? Bijna iedereen. Alberto Moreno. Oeh, ja. En even kijken. Chan of Chan, hoe heet hij in de Turk? Emre Chan. Nou, die is wel goed, man. Die is goed. Geweldige middenvelder, man. Je hebt het niet zo op Turken. Veel te traag. Nee, super dol op Turken. Fef en...
Vef en Vef. Snijder. En mijn kranten bezorgen. Wat heb je gestemd, James? Columnist. Heus. Die schrijft pas leuke stukje. Zo! Go Ahead Eagles gaat denken. Schijn 4 ton heb ik gehoord. Ja, die schijnt nog 2 keer zoveel te verdienen als Murdy. Ja, mag, dat mag. Je moet voor het AD schrijven, hè? Dan kan je heel veel geld verdienen. Zo, ja, dat schijnt. Heb je een mooi bruggetje nu? Nieuw wil dat heel graag nog ergens over hebben. Ja, ja, ja. Waarover dan? Treitenvloggetje. Treitenvloggetje? Tuig. Gaat dit doen. Ja, ja, ja. Wat dan? Maar vloggertje ook echt, dat vind ik wel een beetje vind ik jammer. Vloggen? Nee, vlogger, een grootheid. Ik vind gewoon dat de langharige jongens uit achterbuurt met een grote neus, dat die gewoon best een kans verdienen. Zlatan Ibrahimovic. Chapeau, Rizon. Nee, maar die heeft geen lang haar. Niet meer. Niet meer. Dus dan moet je eerst een lang haar af. Daar zijn beelden van, Frits. Er is nog geen update, hè? Of Zlatan, of hij nog kan lopen. Nee. Ja, waarschijnlijk niet. Nee. Of zijn been eraan blijft zitten. Ja, precies. Ja. Maar ik wil het best over die treitenvlogger. We hebben het toch even snel over gehad. We gingen nog skypen, toch, met iemand? Gaat dat nog gebeuren? Ja, met een andere treitenvlogger. Oh, over treitenvloggers gesproken. Oh, nou, misschien kunnen we even kijken van deze vlog. Uit België. Het hoofd, zie ik. Laten we even kijken. Marco Pantelic ontmoet. Dude. Nou, het is dat mijn dochter geboren is dit jaar, anders was dat Hoogtepunt. Zeker de mooiste dag geweest. Het staat gedeeld eerste plek, hè? Ja, ja, maar echt. Voor de mensen, dit was het bezoek dat Arco en ik brachten aan de Eternal Derby. De derby tussen. Rodenstijl Belgrado en FC Wageningen. Weet ik veel. En Partizan. Partizan. Dus ja, het was... hoe moeten we het omschrijven? Het was een soort verfrissingscursus van hoe voetbal ook weer hoort te zijn. Een Oostblokstadion in een kuil. Mensen die helemaal koekwouw zijn over die wedstrijd. Maar ook bang waren voor onze veiligheid. Wij zeiden op een gegeven moment, we hadden een paar gasten ontmoet daar. En die zeiden, waar zitten jullie? Dus Arco had een kaartje voor de harde kern Rode Ster. Yes. En ik eentje voor de harde kern Partizan. En toen zeiden ze, je weet dat nog nooit... buitenlanders dit gedaan hebben. Die gaan op de west- of de oosttribune zitten. En jullie gaan daar zitten. Toen heeft een van die gasten toch een extra kaartje voor ons gekocht. Dat als het helemaal uit de hand liep, dat we toch konden vluchten en zo. En uiteindelijk... 60 cent kostte dat kaartje. Ja, kaartje 6 euro. Damn, homie. Voor de deur. Maar het, laat hem gaan nu. Kom, laat hem gaan. Maar het bizarre was dat, voor mij heb jij precies hetzelfde gehad, dat je gewoon bovenaan bent blijven staan, toch? Ja. Ja, want ze zagen natuurlijk, je staat dan in de rij voor dat vak. En ze zien aan mijn bolle, blije pretkop dat ik zeer niet Servisch ben. Ja. Ze staan dan een beetje, die gast. Serven zijn ook echt gek, jongen. Ik had dan wel mijn gesigneerde Pantelied shirt aan. Dat maakte mij een soort buutvrij voor life daar natuurlijk. Dat was allemaal prima. Maar helemaal bovenaan het vak stond ik prima. Het was niet de bedoeling. Nee, twee keer het leger binnengekomen. En dan, ja, die gaan dan rechtsaf of linksaf en dan vegen ze weer wat leeg. Ja. En dan wat zie je? Je staat daar boven, dus je kijkt het veld mee, je ziet ook al die gasten onder je. Ja. Wat gebeurt er? Ja, het gekke is, Joris, ik was met Joris aan het appen en die zat dus de livestream te kijken. Wifi in Belgrado, is dit? Zeker. Wauw, netjes. Maar Joris zat dus die wedstrijd te kijken en die appte en dat kreeg ik later, weet je, iets wel een vuurwerk en dat soort dingen. Maar ja, jij hebt het van die andere kant zitten. Dat was op een gegeven moment, ik heb dus... 15, ik hoor dat die wedstrijd ook stil heeft geleverd. Daar heb ik helemaal geen idee van gehad. Gewoon 5 minuten alleen maar zwart voor me gezien van vuurwerk en vuurwerkbommen. En... Moet je voorstellen, dat het is een derby dus anders. Maar moet je voorstellen, bij Ajax Feyenoord dat er 10.000 uitsupporters zijn. 10.000. En die hebben dan allemaal een fakkel meegenomen. Dat is toch en een mes. Even, en 3 handgranaten. Wanneer kunnen we dit zien, jongens? Ja, er wordt nu aan de laatste details wordt er gewerkt, dus hopelijk... Vette repo, denk ik. En wat jij zei, je ziet op een gegeven moment een man boos worden in een... Ja, ik versprak me, dus Arco was... Het was een Red Star fanshop, dus ik was dan... Dus ik zei tegen hem, weet je, are there more partisan shops? En dat zou je ook in een repo... Arco stond shirtjes uit te zoeken. En die man die loopt zo om die toonbank heen en die doet gewoon in één keer boom. En ja, wat ook een hoogtepunt in die repo is, zeker voor jou. Marco Pantelic. Marco. Leeg,
ja, die Bar Marco heeft in Belgrado. En we kwamen daar en hij kwam om een uurtje of één binnen. Knijterbrak. Ja, en yes. Echt, zijn gezicht had niet uit. En hij was heel aardig, maar mocht niet gefilmd worden. Yes, you guys. I'm very happy you are here. I am very much happy to talk to you. But no camera. No camera. I only sleep 2 hours this night. That's it. No camera. Ja, dan ga je niet. En er zaten ook nog 4 van die best wel stoere vrienden van hem met zonnebril op binnen. Dus dacht ik, oké. Allemaal fakkel, NMS. En handgranaat. Ja, dit was de eerste. De tweede is inmiddels ook opgenomen. Dat is de Milanese Derby. Die is vorige week opgenomen. Met YouTube-ster. YouTube-ster. Uit. Dat was 2-2 was het? Zeker, 97 minuten. Ah, oei. Lekker rapport. Ja, dus we samen met een YouTube-ster die ook in het boek staat onder ons. FC Roelie. Nice. Bij jou wel bekend, toch? Ja, jezus, Roelie. Love him. Ik. Duimpje omhoog, vriend. Ja, like. YouTube-ster. Jij bent geen YouTube-ster? Ja, ik zeg, ik ben hier, dus ik ben ook een YouTube-ster. Zeker. Ja, over YouTube-ster gesproken. Ik ga even kijken. Ja, het is precies tijd om met de andere YouTube-ster... Ja, ik probeerde het net wel aan, maar we waren nog niet zover. Maar nu dus wel echt. Jouw broer, ja. Lars van Velsen. Maar we gaan kijken of we met hem kunnen skypen. Waarom is hij niet gewoon is vanavond, hier? Nou, die is bij Achilles 29 tegen... Tegen Dordrecht. Ja. Moeder aller krakers in de kelder van het betaalde voetbal. Maar voor is het... Wat zeg je? Hij neemt niet op. Oh, verrassend. Lars neemt niet op. Oh, jammer. Ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld voor Dordrecht. Die heeft echt heel lang betaald voetbal gespeeld. Voor hun zou het echt een drama zijn als ze eruit gaan. Dat kan ik me voorstellen. Achilles dus draait nu inmiddels ook een paar jaar mee, maar lijkt me dat die het nog wel overleven. Niemand geeft een fuck. Nee, maar zonder grappen. Luister, bij Achilles vinden de mensen, mensen het echt heel... Ja, luister. Als je me nou even uit wilt praten. Nee. Als Achilles er nu uitvliegt, dan krijgen zij weer de derby tegen de Treffers. Ja. En daar kunnen wij ons weinig bij voorstellen. Maar dat is big business daar. Gemist. En, kijk, door een bepaalde stroming binnen die club zijn ze toen het betaald voetbal ingegaan zonder dat daar echt draagvlak voor was. En inderdaad, wat je zegt, Dordt is in... Nee, ik wil niet zeggen alles een profclub, want dat heeft bij Vlaag ook vrij weinig met profvoetbal te maken. Maar die speelde 2 jaar geleden nog Eredivisie. Die horen er wel bij. Ja, precies. En dus ik hoop zelf heel erg dat Dordrecht wint. Dat vind ik een heel leuk clubje. Dat gaan ze doen. En dat hoop ik ook. En ik denk dat dat voor Achilles niet eens zo erg is. Ja, maar je hoopt toch dat het op de laatste speeldag wordt beslist? Dat wel. Dus dat Achilles vanavond wint. Natuurlijk, maar als je me vraagt zeg maar uit deze twee, dan... Ik wil wel ik verwacht wel dan vanavond dat er echt mensen met bebloede neus van het veld gaan. Of en dat verwacht ik dus misschien als Dordt verliest, dan wordt het heel tragisch. Ja. Als Achilles verliest, gaan de mensen gewoon naar huis. En dat... We moeten natuurlijk voetbal inhoudelijk moeten we kijken. Maar sinds dat, ik denk dat Jean-Paul daar wel mee eens is, sinds Achilles 29 cultheld Thijs Hendricks op Oudejaarsdag uit de selectie heeft gezet, zijn wij een beetje minder gaan houden van Achilles 29. En dat uitvak. Al moet ik wel zeggen, dat wonnen ze wel weer terug toen ik hoorde dat de voorzitter was opgepakt en zo. Weet je? Ja, door de viool, toch? Niks te maken met Achilles. Dat hebben we sinds de tijd van Jorien van der Heerik. Hier zit zijn woordvoerder. Niet meer gehoord. Dat zijn gewoon Jorien van der Heerik dingen, weet je wel. Wij zaten met de vrijdagmiddagborrel, voorzitter Achilles 29 opgepakt door de viool. Maar wat ik zei, Dordrecht is ook echt een rotzooi. Hoe gaat het met jou? Jij komt uit Dordt, toch? Ik kom uit Dordrecht, maar ik heb niet zoveel met de plaatselijke FC. Want? Niet? Omdat het slecht gaat. Succes op support your local. Ja, bijna Rotterdam. Let's go ARC, of naar Maar even terug. Die voorzitter is daar weg. Marco Bogers is het helemaal kwijt. Want? Die heeft gezegd in interview... Ik heb een winnaarsmentaliteit niet meer. En ik weet niet of het erg is of niet, maar ik heb hem niet meer. Nou, dan solliciteer je basically om ontslagen. Ja, dus is daar een nieuwe voorzitter is daar gekomen. En die nieuwe directeur ook, die heeft gezegd... De supporters van Dordrecht maakt me geen reet uit. Ze zoeken het allemaal maar uit. Marco Bogers die runde eigenlijk wel die club. Die heeft ook trainers ontslagen omdat die niet voetbalde zoals hij wilde dat SDR zou voetballen. En die is het nu een beetje kwijt. Social media mevrouw die dat jaren al lang hartstikke leuk doet, die moet weg. Nee joh. Dus het is in Dordrecht is het ook. They lost it. FC Dordt is in binnen een kwartier. Social media mevrouw, dat was een soort... Shaki Wolves. Voor Dordrecht was dat echt. Shaki Wolves was echt mijn social body, game maar. Wel unlock hoor. Ja, echt man, ik had niks met Ajax, maar Shaki Wolves was echt mijn opa. Joh. Ik hou van die man. Ik ga hem gewoon nu straks kussen. Weet je, ik vind het zo'n mooi man. Kan het dat jij Ras Amsterdam? Je hebt niks met Ajax. Hoe? Je bent een beetje gillendachtig, weet je. Ja, wel ja. Ruudje Deel, ja. Maar is daar een specifieke reden voor? Of gewoon, heb je gewoon nooit gepakt? Mijn vader gewoon, ja. Maar mijn vader die zei, nee, jij wordt voor Liverpool. Fuck Ajax. En dan denk ik, oké, papa. Want dan slijmen we de riem. Oké, coolio. Ja, hop.
Wow. Op zich pas iemand. Geen riem. Oh. Nee, man, gewoon een fles. Bij fles. Dick Jol is zijn vader, hè? Dat weet hij nog niet. Jol, ja, ja. Een stijgerpijp. Ja, nee, nee, maar gewoon, ja, maar kijk, stijgerpijp. Kom op, het is zo goed zo'n mooi club, weet je. Nee, Liverpool, Ajax, Liverpool, Ajax. Tuurlijk, ja, maar het had toch zo kunnen zijn dat je wel in Nederland, zeg maar, ik bedoel... Feyenoord vind ik een mooie club, sorry. Ja. Ja, als je Liverpool fan ben je ook fijn. Ja, ja. Ja. Weet je, dat mooie stadion. Binnen nooit wat. Niemand kan lezen, ook daar ook weer, weet je. Jean-Paul, wat gebeurt als Achilles degradeert? Flikkers ze dan helemaal door, denk je, naar de vijf... Achilles? Nee, dat denk ik niet. Ongeveer hetzelfde. Dat denk ik niet, maar ik stel wel voor dat je... Ik stel wel voor dat je dit aan Mr. JLWO vraagt en niet aan mij. Ja, die probeert te bellen, maar... Ja. Ongelooflijk druk is hij. Nou ja, jammer. Wat zeg je? Jammer dat hij niet op kan nemen. Helemaal? Ja, nou, dat kan toch niet? Het is toch niet professioneel dit? Oh, daar staat hij. Nee. Lars en Skypen. Ja, ongelooflijk zeg. Nou, goed. Blijft de hele natie nu gewoon met een toch een onbestemd gevoel achter, ja, weet je wel? Hoe gaan we dat doen, jongens? Maar er wordt mij verweten dat ik niet zeg voor wie ik support. Ja. Ja, support je local. Ja, jij hebt dat nog nooit toegegeven dat je gewoon voor Ajax bent. Nu Ajax. Nee. Ben je voor Ajax? Dat is zo mooi. Nee, ik ben helemaal niet voor. Nee, ik heb, nee, dat is heel raar. Maar waar ben je voor? Ja, Manchester United. Ik ben opgegroeid. Dit is zo'n onzin. Manchester United? Zo'n onzin. Waarom ben je voor Manchester? Maak even je punt waarom je het onzin vindt. Het is gewoon onzin. Je bent sowieso voor een club. Nee. En je denkt, ja, maar dat zou ik toch. Niet... Maar dan had ik dat toch al 10 jaar geleden ook wel eens een keer geroepen. Klaas de supporter. Ja, Facebook, Twitter, over 5 jaar geleden. Van Kees. De tijd ver voor S afkikken. Als je met je toeter en je sjaal binnenkomt. Maar heb je ja, ook niet een beetje sympathie? Zoals James zegt, sympathie, nou, Feyenoord, oké. Ik heb sympathie voor spelers. En ik vind het, weet je, dat is het kern. Nou, maar kijk, dit wil ik wel ook een beetje nuanceren. Want kijk, ik ben Utrechter en ik ben gek op Utrecht. En dat is echt mijn clubje. Maar zoals gisteren... Kijk, als je dan uit Utrecht komt, dan hoor je Ajax te haten. Nou, ik stond gisteren, ik heb op mijn kop in dat stadion gestaan, want ik vond het verschrikkelijk mooi. En dat heb ik ook bij Feyenoord meegemaakt in Rome bijvoorbeeld. Dus ja, ach. Nee, maar tuurlijk, maar dat is, maar jij bent uiteindelijk ben je voor Utrecht. Als Utrecht tegen Ajax speelt of tegen Feyenoord, ben je voor Utrecht. Dan hoop ik dat Utrecht wint. Ja, ja. Nee. Dat klopt. Ja, nee. Jij hebt dan hoop je dat Vincent Janssen er eentje inprikt. Nou ja, dat is wel een goed voorbeeld. Ja, ja, nee, ja, is ook zo. En dat bij AZ Joris van Overeem het goed doet. Ja. En dat bij Ajax Armin Younes het goed doet. Of Davy Klaassen. Of Kenny Tete. Lucas Woudenberg. Bij Ajax? Nee, heb je nieuws? Bij Feyenoord. Ja, nee, ja, ja, maar ik kan zo bij Ajax belanden. Nee, maar Feyenoord, Kramer, Toornstra, Elia, al die gasten. Dus bij jou is meer support your friends? Nee, ja, support je mensen waar je gewoon een toffe klik mee hebt. En ja, ja, echt in het buitenland, ja, Manchester United mee opgegroeid, omdat wij altijd heel veel BBC keken. Maar vind je het niet jammer dat je het niet in Nederland hebt met een ploeg? Nee, ik vind het eigenlijk wel relaxed. Ik vind het nu super mooi dat ik zoveel wedstrijden kan kijken zonder. En ik kan super mooi genieten als ik hier op zondag zit met een Ajax Feyenoord. Dat jij bijna niet kan kijken. Dat Vef zegt, nou, het maakt me allemaal niet uit. Maar ondertussen denkt. Ja, dat vind ik heel mooi. Ja. Dus, niet dat je zelf denkt van dat had ik zelf ook graag dat gevoel bij een ploeg. Nee, en dus wat ik dus ook gewoon, wat ik ook heel mooi vind bijvoorbeeld Utrecht. Ik kan echt genieten van Erik ten Hag. Ja, ik ook. Nee, maar dat is het. Maar niet tegen Feyenoord. Niet scoren. Ja, nee, ja. Dus dan vind ik het knap dat Utrecht was je, met de middelen. Was je bang zondag, Jan? Nee, met de middelen bang, die ze hebben. Vind ik het dus, ja, daar bang, kan ik dus echt heel erg genieten. Dit is iemand hopelijk stonden die met Lars is. Yo. Ben je bij Lars of niet? Kan je dat met je tanden, James? Ik denk dat we elkaar niet vinden in de mensenmassa van groep B. Ga ik weer even Lars proberen te bellen, ja? Kom, ik doe het wel. Hoi. Kom eens lasbril op. Nou niet, het gaat helemaal mis. Maar snap je dat dan nu wel wat beter? Ik ga even bier openmaken, tot zo. Nee? Snap je het nu wel wat beter? Ja. Dus, Manchester United, waarom? Oh ja, natuurlijk een Ier, helemaal een Ier, dan ben je van Manchester. Keen, Irwin. Ryan Giggs. Paul McGrath. Hè? Jesus McTier. Maar die speelde voor Villa. Ja, die speelde voor Villa. Ja? Best als een Noord-Ier, hè? Ja, maar Jason McAdams. Er komt niets uit daar, joh. Oh, mijn moeder kijkt zijn bal, ze mag je zo. Tony Cascarino. Ja, Tony. En jij had Jason McAteer, toch? Ja. Aldridge. John Aldridge, inderdaad. Ja, maar dat is maar ik snap dat wel, want dat is ook wel de feels waarom ik iets met Arsenal heb. He's got to go, Robbie. Arsenal was ook altijd de club van dronken achter centrale verdedigers en zo. Ja, met de maar dat is van vol met... Ik ben echt van brengen met al die sexy voetbal. En, Van Club Buff? Oh, nee, dat was Chelsea. Ja.
Nee, ja, Arsenal Fan TV is echt gewoon het allerbeste wat het internet ooit heeft gehoord. In blood, in blood. No blood, no blood. Dat is mooi, hoor. Is dat nou officieel gelieerd aan de club? Nee. Nee, hè? Zoveel kijkers ook, joh. Gewoon miljoenen kijkers die kijken. Want heel simpel, zij hebben ook... Ze hebben de club nergens voor nodig, want ze gaan gewoon naar die wedstrijden. En na de wedstrijd gaan ze voor, laten we zeggen, op de Arena Boulevard staan. Ja. Dan gaan ze mensen interviewen en dat zijn dan altijd een beetje dezelfde. Ja, dat is mooi. En inmiddels zijn er een paar echte een beetje characters uitgerold die het hele internet kent, internationaal. Ja, het is gewoon goud. Ja, mooi man. Zullen we even kijken naar de voorspellingen? Let's go! Die we hebben gedaan, in ieder geval sommige mensen aan deze tafel. Mordoa. Ja, ik heb volgens mij iets gedacht. Dit zijn oude. Ja, dit is Dario Dumic. En maar even kijken. Hey, Feffe. Kijk, Feffe heeft iemand iets goed? Nee. Simon Zwartkruis? Simon Zwartkruis heeft er gewoon... Ja, maar je hebt de laatste niet ingevuld. Ja, zo kan ik ook winnen. Ja, die had drie keer. Die had alles thuis. Oké. Okay, ja, shout-out Simon Zwartkruis. Weet je, Simon? Een gekke SO naar Simon Zwartkruis. Ik ga voor Dordrecht en ik ging voor een gelijkspel en voor PSV, ja. Sorry, Arco. Thijs en ik zijn gewoon hetzelfde. Ik snap het. Ik weet het niet. Kijk, sowieso in alles toch nieuw. Met een iPhone die al echt op 50% batterij zit. Ja, dat kan goed gaan. Ja, maar die Luc de Jong die gaat vlammen. Jean-Paul. Kom je wel zo'n powerbank? Team of Lums. Jean-Paul, als jij deze Achilles of Dordt? Altijd Dordt. Ja, Niel, ik zou echt willen dat ik hier een heel gewogen oordeel over kon. Nee, maar als jij geld moet inzetten bij... is niet bereikbaar op Skype. Als jij geld moet inzetten bij Toto. Dan... Wacht, ga ik even de kwartiering erbij pakken? Ja, noem maar. Dat kan zomaar een goede reden. Nee, Dordt. Achilles dit seizoen thuis 2 keer gewonnen. Dordrecht dit seizoen... 2 keer thuis gewonnen? Uit 1 keer gewonnen. Ja, hey. Let's go, Achilles! Ik ga voor Dordt, want die hebben echt een gruwelijke Franse spits. Dat is Monsieur Thomas. Ja. Heeft hij al gescoord? Ja. Tegen Volendam. Ik kijk weer. Ik dacht, weer Lars, maar... Zo, ons vriend Kees. Volendam afgelopen weekend. Ja, die verloren van Achilles. Nee, ik ga voor Dordt. Maar je zal toch een seizoenskaart hebben gekocht? Wat moet Kees Kwakman doen? Even dilemma, hij zit niet aan tafel. Wat moet Kees Kwakman doen als hij promoveert? Moet hij doorgaan of moet hij stoppen? Als hij promoveert, moet hij doorgaan. Gaat natuurlijk doorgaan. Ja, gaat hij lekker naar China, denk ik. Kees Kwakman in de Super League van China. Wat denk jij? Ja, ik weet het niet. Misschien moet... Kees! Koffie. Mars. Ik wil even wachten wie er binnenkomt. Misschien is het ook gewoon al stoppen op je hoogtepunt. Maar dat is niet... Ja, dat is een hoogtepunt. Ja, hey, quote van 3 op bord. Nee, maar dan met... Volendam is toch zijn eerste liefde. Misschien ook wel zijn grootste liefde. Ja, en je hebt het gehaald. Volendam. Ze zoeken nog een trainer. Ik bedoel, we hebben het laatst over gehad met Kees. Ja. Zo, dat zou echt fantastisch zijn. Spelers. Wat denk je? Moet Kees doorgaan? Of moet hij lekker al nu volle bak gaan analyseren op alle kanalen in Nederland? Beide. Doorvoetballen. Altijd doorvoetballen, man. Je doorvoetballen tot je benen eraf vallen. Is wat er kijk is, maar naar Slatan. Heb ik ook tegen Kees gezegd. Ah, okay. Deed het ook. Dirk Kuyt. Kapotte knieën. Ja? Feyenoord kampioen, wat moet hij nu doen? Stoppen. Stoppen. Nu stoppen. Die moet stoppen. Stoppen. En die moet van de bordes van het Coolsingel afspringen op die handen. Nee, ja, jij denkt weer heel anders. Opgevangen worden en dat zijn einde zijn, toch? Van zijn carrière. Ja, wat heeft hij dan nog te winnen, inderdaad? Nee, maar dat is toch het allermooiste? Ja, goed kapsel. Wat heeft Kees nog te winnen? Periode 4. Ja, maar als hij de Eredivisie. Oh. Ja, niks. Ja. De mentors zijn van Joey Veerman. Lekker doen waar hij zelf zin in heeft. Joey Veerman is denk ik niet meer bij... Nee, waar denk je dat hij heen gaat? Veerman, oh ja. Wow. Is een Feyenoord hart, hè? Nee, die gaat niet naar Feyenoord. Die gaat een tussenstop maken. Zeg maar. Vond ze. Zijn we rond. Maar even serieus. Kees gewoon doorgaan? Nou, wat ik zeg, ik weet het niet. Maar hij moet het lekker zelf weten. Laten we even de carrière opties van onze meest gewaardeerde analisten door. Hoe oud is Kees Kwakman? Hoe oud? 33. Dat doe ik met 36, weet je. Wat lekker vraag. Jij stopt ook bijna, toch? Misschien moet nee, maar ik stop nooit. Nee. Nee. Kees, welke voetballers wil jij binnenkort bij Dumpen betreden? Welke voetballers? Wil je überhaupt wel als voetballers daar? Nou, ik las net dat Dumpen treden eraf wordt gehaald. NRC opinie over dat Dumbetreed de vrouwen vernedert. Dus ik denk dat het laatste was wat jullie van Dumbetreed hebben meegekregen. Hebben ze wel een punt. Ja. Vrouwenonvriendelijk. De meeste mensen hun 5 gratis stukjes NRC al hebben bereikt deze week. Ik heb daar een lifehack voor begrepen. Nee, maar sir. Hey, browser op privémodus. Dan trek je ze helemaal leeg. Waarom? Gewoon, browser op privémodus zetten. Ook op je telefoon. Als ja. Anders moet ik even de Google Chrome app even downloaden. Als jij daar als politieke partij een standpunt van had gemaakt, dat over NRC en 5 stukjes, had je zoveel stemmen. Hoeveel mensen zich daaraan kapot ergeren? Ja, dan denk jij, leuk. Ah, ja. Kut. Ga je er wel aan voorbij dat ook heel veel mensen in dit land niet kunnen lezen? Vijf, ik denk altijd, heb ik 5 stukken bij de NRC gelezen? Oprecht. Ja.
ja. Ja, die Peter van der Meers is maar gewoon goed, een snabbelaar. Je mag dus... Nee, ja, het is klaar nu. Maar wat zeggen ze dan? Ja, ik heb het niet goed gelezen. Dus. Er lijkt me voor jullie show geen betere reclame. Zij een think piece schrijft over dat jullie kut. Ja, Rosanne Hertzberger. Oh, is die belangrijk? Maar is een goede schrijfster. Trouwens. Het nichtje van die hockeyer van Rotterdam, Jeroen Hertzberger. Oh ja. Dat dacht ik al. Ja, hebben ze dat gedaan, ja? Nou, die middenvelder. Ja, zonde dat dan weer... maar goed, misschien hadden we ook geen... lingerie-modellen als reten moeten gebruiken. Maar wil je... voetballers in dumpertreten. Ja, als ze een beetje kunnen lullen. Ja, maar wat zou je nou, als je los van dat je ze kent of zo... Wat zou echt bij dumpertreten passen? Wat voor voetballers? Maar de ene... Ja, zo iemand. Gewoon gast. Gewoon iemand die... in Nederland? In Nederland. Randy Wolters? Ja? Dat weet ik niet. Rustig. Ja, Tommy Beugelstijl? Hebben jullie al mee gedaan, toch? Hm? Zijn jullie al mee naar St. Paltius geweest? Ja, 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 dat was een mooie dag, was dat. St. Paltius. Nou ja, het is lastig, want ik denk dat heel veel voetballers de humor wel waarderen van dumpertreten. Maar ja, het is toch ook weer net geen voetbalkleedkamer humor, zeg maar. Wat ik wel grappig vond, ik ben wel vaak met jou van mij naar voetbalwedstrijd, maar de laatste keer was Go Ahead Eagles AZ. Ja. We stonden in de mixzone. Het was eigenlijk een beetje gênant voor de voetballers dat meer mensen naar Matthijs gingen dan naar de voetballers. Ja, het is ook wel een Nielsiaanse hyperbol, hoor, dit, maar ja. Het kwam wel. Nee, ja, dat is bijna aan gelogen dit keer. Ja, bijna wel, ja. Ik weet nog dat ik naar de security, want ik wilde met jou meelopen naar de catacombe van Go Ahead. En dat de security, ik had gewoon hetzelfde bandje als jij. En dat de security zei, nee. En dat jij doorliep, Niel. Nee, Niel ook niet omdraaien. Ja. Gewoon doorlopen. Mooiste stadion van Nederland. Absoluut. Ja, 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 was perfect. Ja, was leuk. Ja, ja. Maar geen voetballers? Ik zou ze zo 1, 2, 3 niet kunnen... Arco, wie vind jij? Dan kun je beter iemand, jullie kunnen beter suggesties geven. Op de Roos van Drenthe? Oh, ze komen hier ook binnen. Beugelsdijk, Royston Drenthe, Promes, Kramer. Kramer. Elia. Frank Kramer. Nee. Elia is wel een mooie gozer. Dat zou wel... Ja, Younes zou ik ook nog wel daar zien. Ja, maar nee, dat is een beetje voor zijn ogen wat hij dan daar ziet. Nee, maar kijk, eigenlijk wil je gewoon de young little Gijps, weet je wel, van deze generatie. Maar ja, die worden door die clubs ook allemaal zo kort gehouden. Nee, dat krijg je niet. Ja, het zou ook echt vet zijn om met een... gewoon een Dolberg. Ja, precies. Dumpertreten met Dolberg. Dat je hem aan het lachen moet proberen te krijgen. Ik vond het gisteren ook in die wedstrijd. Dan was het 119 minuten en hing iemand echt vol aan hem en alles. En gaf nog een set. En het enige wat hij doet is... Hij geeft gewoon nul fucks. Dat is een goede uitzending. Maar dat is toch perfect? Dat is toch mooi? Gewoon emotieloze... En die van de meiden? Leuk. En die, en die is een topper, man. Ja, maar jij vindt... Nee, ik zie niet gelijk dat je denkt, ja. Nee, ik weet het gewoon niet. Het is ook lastig. Wat zijn nou toffe gasten dat je denkt... Er zijn weinig leuke voetballers. Elia, denk ik dat je er ook nog wel een paar leuke grappen... Die vinden het... Ja, er is ook iemand die, met alle respect... Hij doet nu natuurlijk goed bij... Maar die heeft natuurlijk zijn top in het buitenland al gehad. Hè. Nigel Hasselbaink. Ja. Maar dat is dan voor het grote publiek... Dat hebben ze nog niet gelukkig. Nee, maar dat maakt niet uit. Je moet gewoon grappig zijn. Dat is maar maakt het niet uit voor jullie, zeg maar, of je een onbekende voetballer daar nu neerzet? Nee, als die gewoon fucking grappig is in de edit. Vriends? Bart Vriends, ja. Bart is wel grappig. Iets te netjes. Maar uit remmen qua voetballers dan ons aller, jullie aller Kees wordt het niet, hoor, denk ik. Nou, je wist hem. Ja. Bart Vriends ook wel, denk ik. Ja, wel. Ja, Bart is een leuke gozer. Er is toch vast wel, weet ik het, een of andere... De tweede linksmidden van Willem II, die ook heel grappig zou zijn. Hoe heet die van Roda? Onze mat. Rutjes. Rutjes. Nou, maar die gaat helemaal koffie aan Nan dan, hoor. Dan word je helemaal... Ik alleen maar tegeltjes... Wel 5 meter, hoor. Ik vind het een schitterend filmpje. Dat is wel zo. Pantelic, die moet je halen. Die gaat met zonnebril die daar zit. Ja, dat is namelijk lekker handig voor een show als iemand zegt dat hij niet op camera wil. Hij wil normaal wel op camera. Wel leuk als die vier maar hij was zo brak. Was hij dronken, ja? Of, was die avond ervoor was hij gewoon helemaal door het lint gegaan. Doorgezakt. Pantelic. Ja. Straattaal is go! Pantelic, heel mooi. Goed. Heel mooi. Mooi einde, Mark Pantelic. Laten we even kijken naar het programma. Zondag, FC Afkikken live. Speelronde 31. Hopelijk zie je er dan weer zo bij, Lars. Ik zit nergens aan, dan ben ik weer achter de schermen gewoon druk aan het werk. Wanneer? Of zit ik in de show? Hebben we het nog niet over gehad. Wie zijn er te gast? ik maak één opmerking hoe die erbij zit en dan gaat gelijk voelen. Ik ben benieuwd.
Ik ook. nee, we zijn echt met hele toffe gasten bezig. Tuurlijk. Ah, ben ik weer op je Jezus? Hè? Ja, de chat was lovend over je. Ja, nee. Te eerlijk was ik, te eerlijk. Oh, laatste nieuws binnengekomen. Slatan voorste kruisband gescheurd. Dan gaat hij niet voetballen. Is er gewoon bij tegen de finale. Dus. Zondag dus FC Afkik Live speelronde 31 van de oh zo spannende Eredivisie. Ik wilde zeggen de KPN Eredivisie. Maar dat, komt eraan. Nee, het blijft Eredivisie. KPN? Oh, dat weet je meer dan ik. Hoofdsponsor. Vorig jaar toen ik PSV uit. Ik was toen in Maleisië. En ik was net aangekomen en ik lag in mijn hotelbed. En ik werd s'nachts wakker en ik zei... Ga ik gewoon zoeken of ik het ergens kan kijken. Ik kom in die hotellobby midden in Kuala Lumpur. Heel random hotel. Zonnescherm, echt zonnescherm. Live. Box. PSV Ajax. Helemaal gekeken, jongen. Even wat schuim op mijn bek. 3 uur later moesten we filmen. Ik zeg, maar ja, weet allemaal hoe dat geëindigd is. Ja. Maandag, FC Buitenland. Jean-Paul, waar gaan we het over hebben? Swansea City. El Clasico, Lyon, AS Monaco. Toch wel de twee verrassingen van het Europese voetbal op dit moment. Dus, die gaan tegen elkaar gewoon. Die gaan tegen elkaar, ja. Dus daar ben ik heel benieuwd Mbappé. Naar. Mbappé. Ah, het enige kutte is dat ze gewoon precies gelijk met de Clasico. Dus ja. Maar je hebt ook nog Chelsea Spurs en City tegen... Arsenal City. Is, en bij Spurs, is natuurlijk, hoe heet die net overleden? Eyogu, de trainer van jongteam. Zo zeg je niet, jongens. Ugo Eyogu. Ugo Ekenjok. Zo zeg je het. Ugo Ekenjok. Okay. Ze een van zijn vrienden in het tegen Nederland. Ja. Zag ik Riepke Bakker. 2-0 verloren. Ja. Het wordt wel indrukwekkend. Als iemand dood is, dan is Riepke Bakker. 44 jaar, jongens. Het is gewoon jong. Heftig. Ja, jong. Heftig. Maar goed, we hebben dus genoeg in FC Buitenland, jongens. Mooi. Maandag super week over zich als die er komt. Wie weet, misschien dat het lukt. Met een vlog. Het zou goed is. Achilles Dort. Je weet het niet. Ik beloof niks. Ik ook niet. Jij wel? Dort. Ik, het komt helemaal goed bij Lars. Woensdag weer het vrouwenvoetbalprogramma VV Kicks. Heb je eigenlijk wat met vrouwenvoetbal? Nee, nou ja. Vrouwenvriendelijk, ja, niet. Nee, vrouw, ik vind het vet. Ik vind het vooral vet dat ze een eigen show hebben en voor en door. Het is goed voor het vrouwenvoetbal. Ja, en trouwens, jullie zijn, weet je wie we zijn vergeten voor FC Buitenland? Vinagalla. Oei! Nee, maar luister, het is algemeen bekend hier dat ik heel veel competities voorbereid, maar het Turkse bokje, dat je is gewoon kan nu alles mijn zeggen, Turkse vriend. Want, oh nee, maar dit weet hij. En hij weet dat ik nooit kijk. En ik hoor op maandag, zeg maar net zoals de kijkers, hoor ik van Jordi hoe het Turkije is geweest. Babos. Nou, dat is echt een mooie wedstrijd. Ik denk dat serieus Ryan Babel nog steeds wakker is. Ja, dat denk ik ook wel. Man, die kans. Oh, je hebt het natuurlijk niet gezien. Ja, die kans. Ajax, ja, ik ga Lars nog maar een keer proberen. Ah, joh, hou op. Die neemt en aan. Volgende week vrijdag. Ja, Jordi is terug, maar ik schrijf ook zeker aan. Hoezo? Hoezo schrijf je aan? Jiggy J. Ja, dus? Hey, Jiggy J. Ah, daar wij ook bij zijn. Jiggy J. Vincent Patty. Is die er? Volgende week. Oh, nice. Nou, dat is Matthijs dus ook weer. Nou, nee, volgende week om 5:30. Ik probeer Lars op te bellen, maar niet. Maar hij weet niks over voetbal, Vincent. Nou, jij toch ook jij niet? Jij zit er toch ook. Oh! Weekend! Later!